Goedenavond allemaal. Ik ben Kai van der Veen en ik heet jullie alle van harte welkom namens Mendeville Academy bij de tweede Frans Vaar Frankenlezing. Dit jaar over de prijs van vrijheid, democratie en de rechtsstaat. Vandaag zal worden geleid door onze moderator Hans-Pieter Slappendel. Hij neemt jullie ook straks verder mee in het programma. Maar nu eerst Ramon. Hello everyone. On behalf of the staff and students of Mendeville Academy, I welcome you this evening to the second François Franquin lecture. We'll now pass it off to our moderator, Hans-Pieter. Thank you very much, sir. Round of applause, yeah. Ze zijn gelukkig even weinig zenuwachtig als ik. Welkom allemaal. Welkom allereerst aan onze gasten. Uiteraard beginnen we bij de generaal en zijn zoons. U bent nu een gast, maar we heten u van harte welkom in Nederland. Daarna wordt de keuze wat moeilijker, maar ik denk dat het bij de ridders moet beginnen. Marco Kroon, major Marco Kroon, welkom. Roy, welkom. Ik ben jouw rang vergeten, sorry. Maar dat is een luitenant-kolonel. Gijs Tuinman, ook welkom. Ja. En nu is de keuze even tussen de luitenant-generaal of de burgemeester. Die vind ik even wat lastig. Ja, daar was ik al bang voor. Maar luitenant-generaal Tak, fijn dat u er bent. En de burgemeester ook fijn dat u er bent. In het veilige Nederland lijkt het alsof de prijs lang geleden betaald is voor onze vrijheid. En dat ermee vrijheid een gegeven is. Helaas is niets minder waar. De prijs van vrijheid is hoog en soms onbetaalbaar. De afloop van het conflict in Afghanistan laat dat zien. Het is een rauw en onaf verhaal. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vanavond horen we het verhaal van generaal Sameh van de Afghan National Army, die 20 jaar lang heeft getracht rust en vrede te brengen in Afghanistan. Na het offensief van de Taliban in de zomer en het voorjaar van 2021 bleek dat de generaal Sameh zijn leven onder de Taliban niet zeker was. De generaal en zijn gezin hebben moeten vluchten en een deel van zijn gezin leeft nu in vrijheid in Gouda. Wij horen de verhalen van onze ridders die hun militaire Willemsorde verleend hebben gekregen voor daden van moed, beleid en trouw ter ondersteuning van de strijd van het Afghaanse leger voor rust en vrede. Voor hun eigen daden, maar zeker ook als erkenning van de daden van hun collega's. Onze ridders hebben het gevaar voor eigen leven in een ver land een begin van vrijheid kunnen brengen, maar mochten er helaas niet in slagen die vrijheid te bestendigen. Zij hebben het voorbeeld gegeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat vrijheid soms met meer verstrekkende middelen bevochten moet worden. De avond wordt geopend door onze burgemeester Pieter Verhoeven. Daarna neemt de luitenant-generaal Tak van het eerste Duits-Nederlandse of Nederlands-Duitse legerkorps het woord. Vervolgens gaan we in gesprek met de generaal Sameh en onze ridders. En de muzikale omlijsting wordt verzorgd door het koperensemble van het orkest Koninklijke Marechaussee onder leiding van Peter Kleine Schaars. Goedenavond allemaal. Gewaardeerde bezoekers, vrijheidsvechters in het bijzonder. Wat een eer voor onze stad dat de meest recente ridders Militaire Willemsorde voor het eerst bij elkaar tegelijkertijd een lezing, althans lezing, present zijn om ook iets te vertellen. Want jullie zijn wel eens vaker met elkaar samen geweest op de Nationale Veteranendag, maar dat je voor het eerst jullie verhalen deelt met het publiek, dat vinden we echt een geweldige eer voor onze, mag ik het zeggen, oud garnizoenstad. Applaus voor de heren! En dat in Gouda, de stad van tolerantie, van vrede, van verdraagzaamheid, de stad van Erasmus, waar hij opgeleid en geprofest is, de stad van Kornherz, waar hij naartoe vluchtte en begraven is, en ook de stad waar Frank woonde, de man naar wie deze lezing genoemd is. En wat heeft hij met u in vredesnaam te maken? Nou, dat merkt u weer zelf. Ik ga er iets over zeggen. Meester François Franck, raadpensionaris, stadpensionaris kan ik beter zeggen, van Gouda in oorlogstijd. Misschien wel een van de beste juristen die ons land ooit heeft gekend in de traditie van Oldenbarneveld en Grotius. En hij besefte, vrijheid is kostbaar. Het is nooit gratis, wat je ook al zei. En ik liep net de trap op met iemand, ik noem geen namen, en die vroeg, wie is dat eigenlijk, die Franck?
Franken, zei hij ook nog. Het is Frank. Mandeville Academy. Harry, waar ben je? Frank. Verstopt. Hij, is die verstopt? Ja, ik snap. Nee. Het is echt Frank. Want Franken is een verbastering die na zijn dood is ontstaan. Hij tekende zelf met Frank. V-R-A-N-C-K. En hij leef en schreef in een heel ingewikkelde tijd. Hij zag als jong ventje in Brabant. Oorlogsgebied toen, frontlijn. In de 80-jarige oorlog. Hoe de Spaanse soldaten de dorpen plunderden. Zo zelfs dat er geen hoen en ei meer te vinden was. En dat zie je nog steeds in het oorlogsgebied. Dat voedselvoorraden worden geplunderd. Frank werd pensionaris van deze stad tussen 1583 en 89. Dus misschien toch even goed om iets over die functie te zeggen. Wat is dat voor functie? En wat had Gouda toen in de melk te brokkelen? Nou, kijk, tegenwoordig heeft iedere gemeente in Nederland... weet u hoeveel gemeenten Nederland heeft? Een klein pubquizvraagje er tussendoor. Hoeveel gemeenten telt ons land? Nou, hij zegt 325, dat is behoorlijk in de buurt. 342, dat worden steeds minder. Dus ik als burgemeester hoor tot een soort uitstervend ras. En wat ze ook aan omvang en inwonertal hebben... er is altijd een burgemeester, er is altijd een secretaris en een gemeenteraad. En die hoogste adviseur, dat is dus de secretaris. Je moet zich voorstellen, in Gouda wonen 75.000 mensen. Daar werken honderden ambtenaren voor, zo'n 600, 700... Maar als we dan teruggaan naar 1583, de periode waarin Frank actief werd voor onze stad als pensionaris, dan moet u ongeveer denken dat er zo'n 10.000 inwoners waren. Beetje vergelijkbaar met Oudewater nu. Dat is een relatief kleine stad, maar wel een relevante stad. Frank, daar hebben ze lang naar gezocht. 9 jaar lang was er een vacature voor een pensionaris. En het was een bijzondere tijd. Ik zei al, een oorlogstijd. Een prille republiek. Er was nog niks zeker. Om Den Bosch moest nog gevochten worden. Het was in Nederland, bedoel, even voor de goede orde, een paar boerderijen aan de Noordzee. En dan in opstand komen tegen dat machtige Habsburgse Rijk, waar de zon nooit onderging. Philips II, de Filipijnen zijn naar hem vernoemd. Ja, sorry, ik ben geschiedenisleraar geweest, dus ik moet dit af en toe een beetje kwijt. Hè? Zo belangrijk, hè, mensen, om een beetje te beseffen dat je gevormd bent door je eigen geschiedenis, familiegeschiedenis en landsgeschiedenis. Nou, onze stad is ook gevormd door haar geschiedenis. En in die tijd van de 16e en 17e eeuw, een tijd van oorlog, waarin er ook nog eens een keer sprake was van klimaatverandering. Het was superkoud, een kleine ijstijd. De rivier lag elke winter dicht, vandaar die ijstafereeltjes van Averkamp. Werd er gezocht naar een pensionaris. En het werd Frank, een jong, geleerd en ervaren man. Hij was een jaar of 28 toen hij werd benoemd. Er is knijterhard onderhandeld voor zijn salaris. Uiteindelijk heeft hij het afgemaakt op 1500 gulden per jaar. Dan denk je van, nou, wat is nou 1500 gulden per jaar? Een dominee verdiende 500 gulden per jaar. Een arbeider 1 gulden per dag. En zijn collega pensionaris van Rotterdam, Johan van Oldenbarneveld, die verdiende 1200 gulden per jaar. Dus hij heeft echt een voor die tijd dik salaris bij elkaar uitonderhandeld. Fulltime stadsbestuurder. Hij adviseerde de burgemeesters, dat waren er 4 tegelijkertijd. Ook interessant, in die tijd 4 burgemeesters tegelijkertijd. Waarom 4? Nu hebben we er 1. Dat is een heel interessante les in leiderschap. Waarom 4 burgemeesters tegelijkertijd? Elkaar in de gaten houden, checks and balances. Mag niet constateren in 1 persoon, maar delen. Dat was er niet sinds de Franse Revolutie, was het daarvoor ook. Hadden de Bourgondiërs al ingevoerd. Nou, en die leken, dat waren het. Burgemeesterschap was toen een nevenfunctie. Werd ondersteund door een fulltime jurist. En dat was Frank. En wat maakte deze beste man nou zo bijzonder? Nou ja, hij heeft Gouda moeten adviseren in een hele ingewikkelde periode. Want ik zei al, er was oorlog. Er waren vluchtelingenstromen. De kloosters stonden leeg. Hè, reformatie, van bovenaf opgelegd. En die werden gevuld met vluchtelingen uit het zuiden. En Gouda was bovendien nog steeds, er zit gelukkig raadslid in ons midden, en die kan het ook bevestigen. Gouda was en nog steeds een beetje een eigenwijze stad. Eigenzinnig, ging tegen de stroom in. En een vooraanstaande stad, want
Je had toen de G6, tegenwoordig bij de G4, hè, van de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Had ik ze allemaal? Den Haag natuurlijk, vanzelf, Hofstad. Ja, wie zou nou Den Haag vergeten? Maar toen had je de G6. In volgorde van ouderdom, die Holland aanstuurde. Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. En die zes steden, daar zat Gouda bij, die moesten met elkaar nadenken hoeveel geld er over moest zijn voor buitenlandse zaken en defensie. En Gouda lag voortdurend dwars. En dan had je dus een hele goede jurist nodig om dat goed te kunnen onderbouwen. En waarom was die Frank nou zo van belang? Ja, u moet zich voorstellen, Gouda was principieel toen, en ik mag hopen nog steeds, voor verdraagzaamheid. Voor vrijheid van geweten. Je mag denken wat je wil, je mag zeggen wat je wil. En u kunt zeggen, nou ja, wat is er nou bijzonder? Nou, dat was in die tijd revolutionair. Dat je mag zeggen en denken wat je wil. En er sloop namelijk een nieuw risico in vanaf 1572, daarvoor was het toch het Habsburgse Rijk. Na 1572 dan nemen de steden het heft zelf in handen. Maar het risico is dan, protestanten, steden, althans protestante bestuurders, dat zij precies hetzelfde doen als wat de Spanjaarden daarvoor deden. Namelijk onderdrukken, tyrannie. En Frank heeft met Gouda gezegd, wij komen op voor die vrijheid van geweten en denken en spreken. En dan kom ik tot de kern. En ik ga ook daarmee vrij snel afronden. Want wat heeft hij nu met u te maken, die Frank, in de 16e eeuw met ridders van de militaire Willemsorde nu? Nou, hij dacht na over die ene vraag. Wie is er de baas? Wie is er soeverein? Wie heeft het voor het zeggen? Wie heeft effectieve kracht en macht over het territorium? En hij heeft daar een voorstel over geschreven, een deductie, een werkstuk. En hij zei, die macht ligt niet bij één vorst, die ligt niet bij een koninklijke familie, die ligt niet bij één man, die ligt bij de steden. De steden zijn soeverein. En die worden gediend door een vorst. En dat was ook revolutionair in een tijd van absolute vorsten en een absolute paus. Hij zegt, macht ligt decentraal. En dit inzicht is vervolgens terechtgekomen in het plakkaat van verlating. We gaan die koning verlaten, omdat hij zich niet aan de afspraken houdt. Blijde intocht, misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat is een belangrijk en oeroud ritueel. Tegenwoordig noemen we dat Koningsdag, maar het komt uit de middeleeuwen. Een vorst laat dan zien aan een stad, ik ben van jullie afhankelijk, en andersom. En dat is niet een soort marketinginstrument. Dat is een diep moment van wederkerigheid en wederzijds afhankelijkheid. En als je je niet houdt aan de afspraken, als je niet die lokale rechten accepteert en waardeert als vorst, dan mogen we je verlaten. En daarom hebben wij de koning van in Spanje altijd geëerd. Maar zijn we ondertussen wel begonnen om te vechten tegen dezelfde koning van in Spanje. Goed, ik rond af. We gaan naar vandaag. Vrijheid is kostbaar. En mag ik met jullie iets delen wat mij zeer raakte? Recent was ik met onze Goudse veteranen, u was er ook bij, hè, generaal Geert, in het Nationaal Militair Museum. En wij mochten bij wijze van uitzondering ook komen in het depot. Heel indrukwekkend. Er staan vliegtuigen, er staan motoren. Maar het meest indrukwekkende vond ik een jeep. Er stond daar een jeep, althans nog wat er van over was. Opgeblazen op 7 september 2009. En in die jeep zat sergeant-majoor Mark Leysen. Misschien kennen jullie hem wel. Het is Oeruzgan, 7 september 2009. Hij rijdt met een aantal collega's in een open treinwagen in de buurt van Kamp Holland. En ze rijden op een bermbom en echt van die hele jeep is echt niets meer over. En de mensen die erbij waren, het gaf diepe indruk op ons. Het woestijnzand zit nog aan die jeep.
En de plek waar hij zat is nog steeds te zien. En wat ik nou zo bijzonder vond, is dat die jeep naar Nederland gekomen is. Eigenlijk nog in de staat van de dag van de bermbom. En dat zijn eigen zoon, die inmiddels ook bij Defensie zit. Je weet wat het betekent als je eigen kinderen ook weer bij Defensie zit, heeft gezegd. Maar deze moet in de collectie komen. Want dit laat zien wat het vechten voor vrijheid ook met zich mee kan brengen. En wij hebben een lange traditie in het land van veelkleurigheid en verdraagzaamheid. Maar u weet dat vrijheid en de inzet daarvoor ook een heel hoog offer kan brengen. Zelfs dat van je leven. En toch heeft u het gedaan. En was u moedig, vrij. Een onverveerd. En ik moet dan denken aan het prachtige lied waar de soldaat van Oranje mee afsluit. Je moet jezelf afvragen, als de wereld in brand staat, wie blust dan het vuur? Het gaat over jou en mij. Onze enige hoop zijn wij. We zien toch dat het niet kan. Want als wij niets doen, wie dan? Dank u wel. Dan, de generaal heeft niet veel te zeggen. Generaal Tak, luitenant generaal Tak. Dank u wel. Ja, goedenavond, dames en heren. Aan mij de eer om onze ridders en de generaal vanavond te introduceren. Drie van onze gasten vanavond, en u ziet ze in uniform, die zijn ridder in de militaire Wurmsorde. En dit is een orde die is voorbehouden aan militairen die heldhaftige daden hebben verricht in oorlogsomstandigheden. En hoe die eruit kunnen zien, dat hebben we zojuist gehoord. Op dit moment zijn er slechts drie levende ridders in de militaire Wurmsorde. En die zijn vanavond alle drie in ons midden. En dat maakt vanavond extra speciaal. Deze mensen, deze ridders, zijn allemaal beoordeeld op individuele prestaties, op hun heldendaden. Moed, beleid en trouw in den strijd betoond, zoals dat zo mooi heet. Dit zijn mensen die heldendaden hebben verricht in oorlogstijd en dat is zeldzaam. Hoe zeldzaam? Toen majoor Marco Kroon in 2009 tot ridder werd geslagen, was het meer dan 50 jaar geleden sinds dat voor het laatst was gebeurd. Deze drie ridders hebben allemaal meerdere buitengewoon gevaarlijke en moedige daden begaan. Ze hebben onder zeer moeilijke omstandigheden hun missies volbracht en daarmee ook levens gered. Een held is geen heilige, maar het meest belangrijk is dat toen het er echt om ging, toen er levens op het spel stonden, ze niet voor zichzelf zijn gegaan, maar voor hun kameraden, zowel Afghaans en Nederlands en natuurlijk ook daarmee voor hun opdracht. Daarmee maakten ze, en dat is denk ik bijzonder in deze tijd, hun eigen belang en hun eigen veiligheid ondergeschikt aan die van anderen. En daarmee ook ondergeschikt aan de veiligheid, de vrede en het recht van ons hier in de zaal en ons vaderland. Marco, Roy en Gijs zijn natuurlijk ook allemaal individuele mensen met hun eigen kijk op zaken. Het zijn helden, maar ook gewone mensen die in bijzondere omstandigheden heel bijzondere dingen hebben gedaan. En ze zijn allemaal zonder uitzondering bescheiden. Als kind kan Marco het beste worden getypeerd als een gewone jongen met een droom. Militair worden om zo zijn vaderland te dienen. Na het afronden van de middelbare school startte hij op 19-jarige leeftijd met de pittige basisopleiding bij het Korps Mariniers. Deze opleiding kenmerkt zich eigenlijk als een mentale en fysieke uitputtingsslag met zeer hoge aantallen uitvallers. Marco doorstond deze beproeving met verve en hij leerde al heel vroeg dat de sterkste spier vooral tussen de oren zit. Daarna volgden twee uitzendingen naar Noord-Irak en Cambodja. Zijn moeder vertelt dat zij Marco bij zijn eerste missie ziet gaan als een jongen en ziet terugkomen als een man. In 1994 maakt Marco de switch naar de landmacht, waar hij initieel als onderofficier en later als officier dient. In deze hoedanigheid toont hij zich uiterst bekwaam en een militair leider die onder vaak levensbedreigende omstandigheden opdrachten en missies uitvoert, onder andere in Bosnië, Irak en Afghanistan. Op basis van zijn heldhaftige optreden in Afghanistan in 2006 wordt hem de militaire Wurmsorde verleend.
Marco is een man van de voorste linies. En als je naar zijn daden kijkt, dan zie je hoe hij en zijn team in de meest extreme omstandigheden hebben moeten overleven. En toch zegt hij dat er meer moed voor nodig is om te vechten tegen de moderne afrekencultuur en het risicomijdende gedrag dat hij veel om zich heen ziet, dan om je te handhaven op een Afghaans gevechtsveld. Gijs Tuinman zouden we als kind een jonge ondernemer kunnen noemen. Zijn vrije tijd bracht hij door op het gemengd boerenbedrijf van zijn ouders, waar hij zich wist op te werken tot leidinggevende van onder andere 15 aardbeienplukkers. En nog een hele hoop meer natuurlijk. Na het afronden van zijn VWO stond hij voor de keuze om te gaan studeren in Wageningen en aansluitend de koffieplantage in Ethiopië te beginnen. Dat is zomaar een idee, kan ik me voorstellen. Of om te starten aan de Koninklijke Militaire Academie om vervolgens als officier aan de slag te gaan bij de Korps Commandotroepen, een elite eenheid binnen de Koninklijke Landmacht. Ik heb een stukje gelezen, Gijs, over hoe andere mensen dachten dat ze jouw toekomst zouden kunnen bepalen en hoe je daar vervolgens mee om bent gegaan. Volhardend en je bent gekomen waar je wilde zijn. En dat deed je op een hele slimme manier. Gijs wordt door zijn commandanten beschreven als een doorzetter die niet bij de pakken neerzet als het tegen zit. En om dat te illustreren, Gijs moet op een gegeven moment een opleiding als parachutist ondergaan of meemaken. Hij stapt uit het vliegtuig, stuit zijn hoofd, raakt bewusteloos en valt bewusteloos naar beneden. Dat is een moment van beperkte vreugde, noemen we dat. En die automatische opener, die opent zijn parachute. Maar je kunt je voorstellen dat je met een hartslag van 220 naar beneden komt. En toch stapt hij de volgende dag weer in het vliegtuig om zijn volgende sprongen te maken. Met deze instelling, zijn leiderschapskills en zijn tactische inzicht wist hij het vertrouwen van zijn teams voor zich te winnen en tijdens uiterst risicovolle situaties en opdrachten in Afghanistan en Mauritanië succesvol uit te voeren. Gijs weet zijn verworven competenties breed in te zetten en hij haalt in 2010 zijn master bedrijfskunde aan de Universiteit van Leiden. Voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan wordt hij beloond met een bronzen leeuw en even later, enkele jaren later, met de militaire Willemsorde. Dus ook Gijs is het gevaar niet uit de weg gegaan en ook hij deed dat met moed, beleid en trouw. Sinds zijn tijd als operator is hij meer het intellectuele spoor gaan volgen en hij doet onder meer een studie naar complexity science. Ik ga daar straks vast wel wat over horen. Toch gebruikt hij zijn ervaringen in Afghanistan nog elke dag. En ook hij is bescheiden. Sprekend over moedige mensen noemt Gijs als eerste de Afghaanse bevolking. Dat zegt ook iets over zijn inlevingsvermogen. Roy de Ruiter, last but not least. Roy was reeds op 20-jarige leeftijd operationeel Apache-vlieger. Van 2004 tot 2009 volgen 6 uitzendingen naar Afghanistan. En het feit dat ik vrij korte stukjes van je heb gehad, Roy, zegt ook iets over jouw bescheidenheid. 6 uitzendingen. En jullie hebben dat allemaal in een hele korte tijd onder enorme druk ondergaan. Waar zijn taak, de taak van Roy, was vooral het beschermen van grondtroepen. Nou, en we hebben allemaal wel eens een idee van, dan denk je, wat doe je van een afstand? Maar met een helikopter is een buitengewoon kwetsbaar platform. En Roy, die doet dat op een hele bijzondere manier. Zodanig dat hij ook zijn eigen veiligheid en zijn eigen belang ten dienste stelt en ondergeschikt maakt aan dat van anderen. In die hoedanigheid voerde hij heel veel operaties uit, samen met Marco en Gijs, maar ook met andere NAVO-partners en Afghaanse strijdkrachten. In 2014 verliet hij Defensie, waarna hij tot 2020 werkte als instructeur-vlieger bij de Royal Oman Police. En daarna volgde een stap in het bedrijfsleven met een focus op innovatie en investeringen. En dat vind ik ook wel een leuk verhaal, over doorzettingsvermogen gesproken. Zijn innovatiebedrijf haalde recent een wereldpremière door in een zeer vervuilende fabriek aan te tonen dat ze alle schadelijke uitstoot konden afvangen en hergebruiken. Dan gaan we naar generaal Mohammed Akram Sameh. Die is afkomstig uit Mazar-i-Sharif in het noorden van Afghanistan. En na zijn opleiding tot officier heeft hij tot 1992 gediend in het Afghaanse leger, onder andere in Kandahar in het noorden van Afghanistan. Na het vertrek van de Sovjet-Unie waren hij en zijn gezin hun leven niet meer zeker
En in 1997 zijn ze gevlucht naar Pakistan. Na 9/11 2001 en de inval van de VS bleek een terugkeer naar Afghanistan mogelijk. En sindsdien is hij ook betrokken geweest bij de oprichting en de uitbouw van de Afghan National Army. Generaal Sameh heeft zich zowel op stafniveau als operationeel niveau in samenwerking met de NAVO-troepen en onder vlag van de operaties daar 20 jaar met ziel en zaligheid ingezet om de veiligheid in Afghanistan, zijn eigen land, te realiseren. Zo was hij in de periode 2008 tot 2011 de bevelhebber in de westelijke provincie Farah. En vanaf 2011 tot 2016 bevelhebber in de zuidoostelijke provincie Zabul. Vanaf 2016 tot zijn pensioen in 2019 was hij bevelhebber in de vier noordelijke provincies Balkh, Kunduz, Takhar en Barakzan. In 2019 is generaal Sameh met pensioen gegaan. In de zomer van 2021, en dat hebben we allemaal kunnen zien, heeft de Taliban met geweld de macht in Afghanistan weer overgenomen. En met het vertrek van de laatste westerse troepen bleek het leven van de generaal en zijn gezin in gevaar. Hij is uiteindelijk gevlucht, in maart vorig jaar in Afghanistan, of in Gouda aangekomen, waar hij nu met zijn gezin woont. Ik dank u voor uw aandacht. Ik kijk uit naar de discussie. Kapitein, wat laat u ons horen? We gaan iets heel moois spelen wat alle militairen bovenaan hun lijstje hebben staan. Dat heet Brothers in Arms. Van de ja. Dank je wel. Zonder gitaar gaan we. Thank you.
in de weg. We gaan nu in gesprek met de generaal Faisal. Faisal. Met zijn zoon Faisal, uiteraard met de generaal en zijn andere zoon, maar Haroun. U mogen lekker blijven zitten. Zoon Hussein spreekt uitstekend Nederlands. Leert hard, een jonge vent. Zoon Haroun, daar spreek ik al mee in het Duits. De generaal oefent heel hard. We vinden het heel lastig om in het Nederlands of in het Engels te spreken. Dat betekent dat we dan een beetje een aangepaste vorm doen, waarbij we allemaal een beetje een rol spelen, zodat in ieder geval een beetje meekrijgt van onze generaal. Dus heb jij het op je telefoon staan? Nee. Faisal? Of je uit je hoofd geleerd het eerste stukje tekst? Oh ja, Haroun ging het natuurlijk lezen. Ja. Ga je gang, Haroun. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ga je gang. Hi. I think it's... Maybe seated, General. It's not working. Yeah, it is, it's working. Yeah. If you like this, doesn't work. No, so it works, yeah. Yeah. Please go ahead. I should read my phone. No, you have to you just start reading your bit. General, wa khanum wa qayan. Yep. Ma sami astam. از افغانستان کسی که 20 سال امرای نیروهای جامعه بین المللی و ناتو کار کردیم در نقاط مختلف افغانستان ما در سایه کاری خود طالبا دهشت افکنا و قاچاقبران مواد مخدر نارام ساخته بودیم و در ساعات مسئولیت خود البته مردم از پیششان جدا می ساختیم و نهایتش کوشش میکردیم که پروسه های ملی را که موضوع انتخابات است و سایه شوراها و یپاک به خاطر جداسازی دشمن از مردم شوه این را ما سرشکار میکردیم اما طالبا و دهشتگردا با یک اتحاد نامقدس اینا از اختلافات و حمایت رقابت های کشورها استفاده کردن و ایستا ریشه کردن و بزرگ شده رفتن تا توانستن از ضعف جمهوریت و اختلافاتی که در درون درگیری هایی که در درون جمهوریت وجود داشت اختلافات زبانی مذهبی سمتی و بالاخره فساد این باعث شد که اونا قوت خود را بالاتر بکنن و باعث فروپاشی نظام شد. De generaal spreekt overigens in het Persisch. Sommige mensen verstaan dit ook. Zijn zoon Haroun gaat het nu in het Engels aan jullie voorlezen. Dear ladies and gentlemen, I am Sami from Afghanistan. We love and have always loved our homeland. I have fought a lot against the terrorists and insurgents of the Taliban, at least for 20 years. With the National Army of Afghanistan, with the assistance and cooperation of the international community and NATO allies. Taliban, in other words, terrorist, drug smuggler, and insurgents, using the weapons of religious and sectarian divide and internal and external division and regional competition of neighboring countries. This has been the main cause of for the deterioration of security situation in Afghanistan and their gradual strength. Various factors have led to the weakening of the internationally recognized republic regime of Afghanistan, such as corruption, intersectarian, and inter-ethnical struggle, which in turn has led to the loss of public trust among Afghans and loss of fighting spirit motivation against terrorism. I have served for 20 years with the International Community Security Forces and NATO in various places in Afghanistan. This has resulted defeats of the Taliban on the battlefield through various operations and councils, specifically in the field of the public awareness and personal
in the support winning for government and public participation in the civil process. These efforts even have led to 3 rounds of the elections with resulting closer cooperation between the civil population and a positive mentality building towards to the international community. The defeats of the government of Afghanistan and the power overtaking by the Taliban have caused deep stress and made me extremely vulnerable. Thank you, Arun. Thank you, Arun. That was a long story, yeah? But they'll remember it. Yeah. General, we are now going to speak about the way you left Afghanistan and what had happened in the meantime. Can you tell me about what happened in the summer of 2021? با در نظر داشته از اینکه روی رسیدن به هدف ما بود ما با وجودی که بازنشسته بودیم اکتفا نکردیم و به طرف قماندانای اردو و پلیس رفتیم و اونا رو تشویق کردیم که با تغییر وضعیتی که آمده باید اونا دفاع بکنن و بجنگن. Although being retired from the service and duty, this deep leave gave me motivation and certainty to remain in constant touch and keep communication channels open with the generals and heads of military institutions to avoid the vulnerability and weakening of our defense. General, what did you notice about the posture and readiness of the army in that period? بله ما با وجودی که زیاد تلاش کردیم مگر وضعیت بالاخره تحلیل کردیم که چیزی دیگه شد وضعیت تغییر کرد متوجه شدیم که موارد مختلف تاثیرات خود کرده و اعتماد بین سرباز و مقامات از بین رفت و دیگه سرباز را هر قدر تشویق میکردیم نمی جنگید انگیزه و رویه در بین پرسنل تغییر خورد و دیگه ما مطمئن شدیم که دفاع نمیشه روی مو اصل ما دیگه یک تصویر بسیار بد در ذهن ما آمد که او وحشت بود او حاکمیت تفنگ بود و او با در نظر داشته سوابقی که ما داشتم اعضای خانواده ما دیدم که دم چشمم با حالت بسیار بد میشد و او را به تصویر و وحشتناک دیدم. However, the situation had deteriorated to the worse with every day. I started to notice that trust of military personnel in the government had weakened. Fighting spirit had deteriorated and the fighting will lack and I started to believe that terrorists are gaining ground. I started to imagine the worst errors scans of what may happen, such as destruction, death, losing of honor, ruled through top weapons, and all possible heroes imagined. General, at that moment, you noticed that the Taliban might be looking for you and your family. ما که وضعیت به او حالت دیدیم، دیگه باز متوجه خود و فامیل خود شدیم. یگانه راهی که ما در آغاز تصمیم گرفتم، خانه ما در یک نقطه معلوم دار بود. خانه خود در یک جای مخفی بردم، فامیل خود. اینجا هستن. اینا را بردم در یک بلاک در داخل شهر یک جای مخفی کردم. و خودم هم در اوجه ماندم 2 هفته گذشت وضع بدتر شد و بالاخره چیف آف استاف نلوی دریستیز افغانستان که رفیق ما بود از ما وضعیت پرسان کرد ما گفتم که ولایت بزرگ شاید سقوط نکنه
گفت که وضعیت تغییر میکنه تو آسیب پذیر هستی تو باید کابل بیای. As I first precaution and measure to remain secure, I have immediately changed my home to a secure place and transferred my family member there without informing anyone. After some days, the chief of staff of the Ministry of Defense, who was also my friend, had contacted and asked me about my whereabouts and situation. I told him that I was in Mazar Sharif and have hidden my family in a safe place and said to him that I assume that the main cities will not fall. How did you get to Kabul? Mazar Sharif is in the north of Afghanistan and Kabul is more or less to the southwest of that. What happened then, General? زمانی که لوی درسید با ما تماس گرفت ما وضعیت برش گفتم گفت که تو باید کابل بیایی در مزار تو سیف نیستی ما گفتم که از طریق زمین نمیتونم و ترانسپورت های هوایی ملکی هم بلاک شده نیست چاره چی است و او برای ما کمک کرد یک طیاره نظامی روان کرد شب ما تنها پرواز کردم به کابل رفتم و فامیل به مزار موند. In response, he told me that Mazar-e-Sharif was no longer a safe place and I can be easily recognized in Mazar-e-Sharif and that I had to reach Kabul to be in safety. Hearing this, I told him that I was not able to reach Kabul because the air transportation and flying of several airplanes was stopped. And there was no way to travel to Kabul. Later that night, he sent me a military plane, which brought me to Kabul. After 2 days, the city of Mazar Sharif fell to the Taliban. General, what happened in the meantime with your family? Can you tell us a little bit about that? بعد از اینکه مزار بعد از طالبان افتید صبح امروز طالبان آمدن پشت دروازه و فیصله کشیدن. از طریق تلفن ما اطلاع گرفتم که ایده تهدید کردن که پدرت کجاست و میدونستم که او اول مرا کار دارن و بعد از او فامیل ما. The next day after the fall of the city, several members of the Taliban came to the hiding place of my family and they have interrogated and treated my son Faisal and asked about my whereabouts. It was crystal clear to me that they intended to catch me first and then decide about the lives of my family members. General, can you describe your feelings under such horrendous circumstances? بعد از این دیگه همه راه ها بر رخ ما بند شده بود و می دانستم که طالب در مقابل ما و فامیل ما چی میکنه. همه چیز وحشتناک شده بود. همه چیز به نظر ما بد شده بود. و دیگر راه نبود جزی که ما باید به مشاورین خود ارتباط تامین بکنم. در این مقطع اول تلاش کردیم به طرف ایتالوی ها بعدا به طرف آلمان و بالاخره امریکایی ها. Except hopelessness, darkness and heroes, I could not see anything else around me. The only hope that kept me breathing in that situation were the communication with my advisors, who were from Italy, Germans and Americans. And then, General, you got into contact with your old acquaintance, Colonel Gary. ما جمع مشاورین خود امریکایی ها ما کرنل گیری به ما جواب داد و از ما وضعیت پرسان کرد. وضعیت فامیل ما پرسان کرد. ما وضعیت برشان گفتم و از موجودیت فامیل به تمامش و او برای ما گفت که تو منتظر باش ما سبا تماس میگیرم.
شب بسیار سخت را گذشتاندیم 24 ساعت. این زمانی بسیار طولانی بود. اما بعد از 24 ساعت گیری و تیمش Among the Americans, Colonel Richard Geary had response and asked about my situation. I asked him for assistance. Additionally, he asked about my family. Having heard everything, he asked to wait and promised that he will contact me. This day, being difficult, passed. The next day, Kabul had also fallen. General, how actually did you and your family were able to get out of Kabul and out of Afghanistan to Europe? بعد از اینکه گیری مجدد تماس گرفت، متوجه شدم که یک تیم مشترک امرای گیری کار میکنه که آقای هری، نیلز و ریچارد سم اینا مشترکان ارتباطاتشان کدمه تامین شد. و با اساس امو برنامه که اونا برای ما دادن آدرس دادن که باید ما با نظامی های آلند در میدان نزدیک شوم و امرای از اینا تماس برقرار بکنم. و بعد از این ما با موجودیت مشکلاتی که وجود داشت، ازدهامی که وجود داشت و ما به نهایت با پرابلم زیاد خود با نظامی های آلند رساندیم که اونا آمادگی داشتن و با آغوش باز ما را داخل میدان کردن. My contact with Richard Geary and his working team, Harry Venendal. Yeah? Yes, correct. Nils Honkop of Mandevilla Academy, Sam Richard of Penn State University, brought me in direct contact with the Dutch military personnel in Kabul Airport. Accepting the difficulties, treats, and crowds with the assistance of the Dutch military team, we entered the airport, and we caught a deep breath, only to be able to remain alive. However, hopeless, stressed, and in a state as if losing everything. In a blink, and standing in the middle of nowhere, in the deep of darkness. Thank you, Harun. Thank you, General. Faisal is also going to read a bit about his the arrival in Amsterdam. Faisal. بعد از این البته موضوع آمستردام از جا پروازش را شد به طرف آمستردام. Yeah, correct. Goedenavond allemaal. Ik praat Engels nu. After the flying and landing in Amsterdam, I met the kind of people of the Netherlands. They have welcomed us with a smile and very friendly behavior. Currently, I living in safety and with dignity together with my family in Gouda. We are learning Dutch language in the language course. My son and daughter have a hope for future and acquirement of the education. We all feel ourselves grateful the beautiful country of the Netherlands and its people. I feel myself indebted to all that and the love that are received here. I hope that one day I will be able to repay that. Okay, General, you may say. Be thankful for your recent ceremony coming and ook for jouw tijd. van Haven. En wij maar denken dat Persisch lastig was.
Voordat we afsluiten met de generaal hier, gaan we ook nog even over een ander onderwerp spreken wat de generaal heel erg aangaat en vooral zijn familie. Ik heb niet in het AD gekeken, maar Harry, stond het al in de krant nog? Of het artikel al gepubliceerd was in het AD? Over Kaliek? Nee dus. Is het gepubliceerd? Nou, het gezin van de generaal is nog wat groter dan wat we hier hebben. Zijn zoon Kaliek, ik zal even kort introduceren, ze gaan daar zelf ook nog iets over vertellen, is helaas achtergebleven in augustus 2021 in die totale chaos. Hij heeft zich samen met zijn vrouw, die Engelse les gaf, geloof ik, hè? Nee, dat is je andere zus, sorry. Ook zo'n groot gezin ook. Maar helaas was het zo dat zij niet konden vluchten. En dat de zoon van de generaal en zijn vrouw en zijn zoontje achter moesten blijven. Zijn vrouw is ziek geworden. De vrouw van de zoon van de generaal is overleden. Omdat er geen medische hulp kon worden gegeven. Enkele weken geleden is hij met behulp van de Amerikanen toch de grens overgekomen in Pakistan. En woont nu onder erbarmelijke omstandigheden in Pakistan. De vraag is even, ging jij dat nu vertellen, dat verhaaltje? Ja, hè? Zou je het even willen voorlezen, Haroon? Ja, alsjeblieft. Unfortunately and sadly, it's also worth to mention that Khalek, Muhammad Khalek, my son, who also was work as a persecutor, was also included in the approved list of evacuees to Netherlands. However, unavailability of passport for my daughter-in-law and my grandson, who were his wife and child, was forced to remain in Afghanistan together with his wife and child. Content, danger, threats, persecution have all led to the sickness of my daughter-in-law, Khalek. Khalek, my son, had restricted movement because of the situation, therefore unable to help his wife to be treated. As a result, other relatives become involved in assisting with the medical treatment of my daughter-in-law. In the end, all the efforts were to no avail, and we eventually lost her. Now Khalek is staying with his 2-year-old son in a rented room in Islamabad, Pakistan. This has brought all members of my family to tears. Despite repeated efforts as of now, he is still awaits decision to be evacuated and brought to safety. Dankjewel, Haroon. Dit is dus een oproep aan de politiek om de Kaliek naar Nederland te krijgen. En we hopen dat het nu echt snel gaat gebeuren. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben een verrassing voor jullie. We hebben een surprise. Meneer Abdullah, kunt u uw dingetje doen? Wil je even op je telefoon kijken? Could you look at your get a WhatsApp? Can you send it in WhatsApp to Faisal, the general, and Haroon? Miranda. Miranda gaat wachten even tot het binnenkomt. We hebben een brief mogen ontvangen van kolonel Gary. Hij is nu retired. Hij heeft een grote rol gespeeld in het leven van de generaal en andersom. En wat er nu gebeurd is, dat we... Heb je het ontvangen of niet? Nee. Rustig aan. Abdullah is zo fijn geweest om de brief even naar het Persisch te vertalen. Google-vertaling was niet helemaal goed, geloof ik, hè? Nee, daar was ik al bang voor. Dus Faisal, je hebt een brief ontvangen. Je hoeft hem niet voor te lezen. Miranda zal de brief voorlezen voor de mensen in het Engels. Jullie kunnen zelf meelezen. Ja, helemaal goed. Yes, hi general. Goedenavond allemaal. We hebben inderdaad van Richard Gary, de generaal waar net over gesproken werd, hebben wij een brief ontvangen. Ik zal hem voorlezen in het Engels.
On behalf of Richard Gary, good evening. I appreciate the opportunity to tell you all about my comrade and friend, General Mohammed Akram Sameh, and his family. I served 5 separate tours in Afghanistan between 2003 and 2015 under ISAF. I first met General Sameh in 2013 in Sabul, where I was preparing to assume command of a few thousand coalition forces tasked with supporting General Sameh and his Afghan soldiers. For almost a year, I lived on the same joint base with General Sameh, where we spent many hours together, each day working to improve the situation in Afghanistan. We drove and flew thousands of miles visiting troops, fighting the Taliban, securing election sites, and meeting with thousands of civilians in the province. We experienced this success and loss together and became great friends. I was impressed with his integrity, dedication, and tireless work ethic from the day that I met him. For almost 2 decades, General Sameh served extensively throughout Regional Command South in Kandahar, Farah, Sabul, and Uruzgan, working hand-in-hand with the United States, United Kingdom, Canadian, and Dutch forces to eliminate the Taliban, protect the population, and rebuild Afghanistan through the provincial reconstruction teams and support the government of Afghanistan. There was no one that cared more or tried harder to save Afghanistan than General Sameh. General Sameh's effort extended outside Afghanistan, where he supported the World in Conversation program, providing cultural context and real-world experience to hundreds of NATO cadets and officers preparing to deploy. His efforts were extremely valuable to the next generation of NATO leaders. And a quick side note from my side, we are participating also with Mandeville Academy in the World in Conversation program. So, and I think also you are participating in the World in Conversation program. So there's a link. Therefore, I offered myself to introduce this. I never met a more committed officer than General Sameh. While his work to eliminate the Taliban is legendary, what I found most notable was his equally impressive work to improve the lives of hundreds of thousands of Afghan civilians. General Sameh was relentless in his efforts to open schools for boys and girls, encourage men and women to vote in elections, develop job opportunities for women, open medical clinics, promote free press, help the poor and indigent, and support the rule of law, something that's normal for us in the Netherlands, but we consider that it was necessary in Afghanistan. His example was closely followed by his family members, as his wife served as a school teacher. One son, Haroon, a translator for ISAF, for more than 4 years, and another son, Abdul Khalik, a public prosecutor, directly supporting the government of Afghanistan and the rule of law. This family, enduring pursuit of basic human rights and freedom from oppression for the Afghan people, has come to a significant cost. After the fall of the Afghan government in 2021, General Sameh's family was actively hunted by the Taliban, as we just heard, and they were forced to flee Afghanistan. While most of his family was crazily rescued and received by the people of the Netherlands, his son Abdul Khalik, his wife Habiba, and young son Suban were unable to be evacuated due to the very chaotic evacuated situation. You will never find no better friend, ally, or comrade in Akram Sameh and his family. They are eager to give back to the people of the Netherlands that have given them a second chance on life, and I'm honored, this is Richard Gary saying, and I'm honored to know them and call them family. Thank you. جای داره که ما هم از کنگیری تشکری بکنم از محبتش که زیاد ما را حمایت کرد. So it's time. This was not rehearsed, by the way. Yeah. please go on, Haroon. It's time for thankful from
Colonel Gary, and every time support us, always. Okay. Thank you. Thank you very much. Yeah, please, this is their turn. Jullie zijn zo aan de beurt. Jullie zitten nog heel ontspannen bij, dat is goed. Kapitein, ik denk dat ik weet wat er gaat komen, maar... Mag ik even? Jazeker. Dames en heren, u weet allemaal, als mensen tot je spreken, dan komt er door je stembanden, wordt die lucht in beweging gebracht, krijgen we trilling en dat ontvangen we bij onze oren. En op de ene manier gaat het heel vaak gelijk naar onze hersenen. Niet bij iedereen, maar bij de meeste mensen gaat het toch gelukkig gelijk naar de hersenen. Maar met muziek is dat heel anders. Bij sommige mensen gaat het ook naar hun hoofd. Ik heb wel eens dat ik naar een film kijk en dan zie ik iets spannends en denk, oh, A mineur. En ja, misschien heeft u dat niet, maar dat hebben muzikanten soms wel. Maar de meeste bij u gaat die muziek, die gaat rechtstreeks, pieuw, gaat hier naar die linker hartkamer en ontvangen we die muziek. En daarom is het ook zo dat die filmmuziek zo belangrijk is. Meestal kennen we de film niet meer, maar wel de muziek. Nou, dat gaan we nu ook doen. Als ik de titel van de film noem, Saving Private Ryan, dan weet u wel wat we gaan spelen. Hymn to the Fallen van John Williams. Thank you.
helaas stond het wat later. En het was meer omdat ik anders bang was dat ik mijn eigen emoties niet in bedwang zou houden. Ik vind het echt werkelijk zo'n mooi nummer. Marco, Gijs en Roy. Er is ook post voor jullie. Roy wist het inmiddels al. We hebben ook gevraagd aan de generaal Tommy Franks wat aardige woorden te zeggen. Nou zult u denken, wie is Tommy Franks? Generaal Tak, weet u wie Tommy Franks is? Gelukkig, ja, bijna onbeleefd, want als hij het antwoord niet zou weten... Nou ja, het zou niet raar zijn, maar Tommy Franks was CENTCOM in ongeveer 2001. En CENTCOM is een Amerikaanse bevelstructuur, of in ieder geval een structuur waar binnen ook het Midden-Oosten valt. Het is in Tampa, geloof ik. David Petraeus, die we vorig jaar mochten spreken, Mendeville, is ook CENTCOM geweest. En Tommy Franks was CENTCOM op het moment na 9-11. We hebben toen kort daarna de inval in Afghanistan gehad en in maart, meen ik, 2003, de aanval in Irak. Ik ga de brief in kleine stukjes voorlezen en dan verder met jullie in gesprek. Miranda, zou je vast aan onze ridders ieder een microfoon willen geven? Ja, als je naar beneden is, gebeurt er helemaal niks. Het gaat niks piepen. Tommy Franks woont overigens op de Four Star Ranch. Dat is niet geheel ontoevallig. Hij heeft natuurlijk 4 sterren. En u kunt hem ook nog vinden op www.tommyfranks.com. Ik heb nog niet kunnen kijken, maar ik ben heel benieuwd. 11 april 2023. Dear Mendeville Academy students. Daar begint hij mee. And recipients of the Dutch Royal Military William Order. I'm General Tommy Franks, retired Commander-in-Chief of US CENTCOM. I was the commander of the coalition forces in the war on terror in Afghanistan and in Iraq. In my almost 40 years of service as a soldier in the United States Army, from the lowest ranks to the highest, I've seen the extraordinary way great men and women unfailingly serve so that you and I can enjoy freedom and opportunity. Opportunities for you to pursue your dreams if you work hard and have a clear focus, the ability to do something truly great with your life, opportunities that many in the world do not have. Dit is niet de hele brief, maar we gaan nu in gesprek met de heren. Ik pak mijn aantekeningen erbij. En ik wil natuurlijk beginnen met onze, ja, niet onze oudste ridder, maar onze oudst levende ridder. Je bent ook de oudste van de drie, volgens mij. Marco. Jij hebt, je vertelde mij dat je met grote inspanning uiteindelijk je HAVO hebt gehaald. En in 1989. En toen meldde je aan bij het Korps Mariniers. Wat was nou je motivatie om in het leger te gaan? Ik bedoel, de muur stond er bijna op omvallen. Een conflict met het Warschau-pact was ver te zoeken. Ja. Nou, de reden waarom het zo moeite deed in de HAVO was omdat ik dacht dat het net zo makkelijk was als een MAVO. Dus ik had, op mijn 15 had ik mijn MAVO-diploma al. Anders had ik niet eens de HAVO gehaald als ik op mijn 15 ook al naar de mariniers kon. Maar je moest 16 zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was die tijd helemaal niet bezig met politieke achtergronden. Ik wilde mijn land dienen. En daar wat mijn regering mij heen stuurt, daar ga ik heen. Dus ik inderdaad, op het moment dat ik bij de mariniers in opleiding zat, in oktober viel de muur. Toen werden ook heel veel dienstplichtingen en lichtingen van de mariniers werden opeens... naar huis gestuurd. En ik was een van de kortverband vrijwilligerslichting, dus ik mocht blijven. En ja, ik was helemaal niet met de politiek bezig. Maar je wilde wel je land dienen. Ja. En maar een jongetje van 15, hoe komt hij daarbij? Nou, ik was toen 19. Maar wilde je op je 15 nog niet het land dienen dan? Jawel. Okay, maar nee, laat even duidelijk zijn. Maar ik wilde mijn land dienen, punt. Ja, dat, waarom wil je gaan voetballen om uiteindelijk in het Nederlands elftal te komen? Nou, dat neem ik aan voor wel. En ik speelde vroeger al soldaatje. En uiteindelijk wilde dat overbrengen naar het militair maar dat zijn. Dat geldt voor meer mensen. Ik speelde ook vroeger soldaatje, maar dat kwam niet in mij op. Is het, niet gelukt, hè? Nou ja. Ik heb, zoals mijn kinderen kunnen weten, ik heb dingen gedaan die ik niet mag vertellen. Ik ben nog dienstplichtiger geweest, Marco. Maar jouw verhaal is wel een bijzonder, want jouw opa, meen ik, heeft ook nog gevochten in de oorlog.
Ja, dat klopt. Ja, je wilde die kant op. Dat was toch duidelijk, of niet? Nou, ik denk, ik laat je een beetje nee, dat is helemaal oké. Okay. We komen toch naar het einde, dus maak je niet druk. En inderdaad, mijn opa was een van de Britse bevrijders die ook de stad van 's-Hertogenbosch heeft bevrijd. En dat heeft mij altijd wel enorm gefascineerd. Vandaar ook de fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. En voor de oude generatie onder ons, we hoorden net Saving Private Ryan. Nou, we hebben nog een hele oude film daarvoor, was The Longest Day. En dat was voor mij de essentie van het verhaal. Toen ik echt die man het strand op zag rennen. En dat wil ik ook. En dat klinkt heel stom. Maar ik vond het geweldig om als eerste, ook bij de mariniers, als eerste uit die boot te rennen. Ten eerste ook omdat ik zeeziek was. Toen kon ik snel mogelijk het land op. Maar om als eerste bij dat prikkeldraad te zijn. Om mezelf daarop te gooien. Zodat iedereen over mij heen kon denderen. Dat vond ik zo mooi. Oké, okay, leg uit. Dat kun je niet. Dat is een afwijking, denk ik. Ja. Nee, dat is duidelijk. Maar dat was nog niet genoeg voor je, want de mariniers... Nou, er zijn hier denk ik geen mariniers, hoop ik. Ja, hier vooraan zitten volgens mij. Deze meneer. Ja. Oh, dan moeten we voorzichtig zijn. Want je bent toen overstapt naar het KCT. Hè, voor de niet-intimie, waaronder ik ook geval, het Korps Commando Troepen. Ja. Waarom heb je dat gedaan, Marco? Nou, ik maak altijd een grapje. Mensen vragen, waarom ben je overgestapt naar de landmacht? Ik zeg, weet u waarom mariniers al met z'n tweeën zijn? Nee, nou, enkel lezen, anders schrijven. En ik kon het allebei, toen moest ik naar een landmacht. Maar nee, dat is een geintje. Ik ben daar enorm goed opgevoed. Uitstekende vorming gehad daar. En ja, prima. Ik heb een aantal boeken in mijn kast staan. Een hele hoop. En er zijn ook een hele hoop van jou bij. Ik heb ze bijna allemaal gelezen. Ik vond ze zeer treffend. Ik zou ons iets een beetje kunnen delen, terwijl we op de achtergrond het eindelijk verwachte onweer horen. Hoe het was om voor jou de eerste keer dat je echt onder vuur kwam te liggen, zoals dat heet. Dat het niet meer een oefening was. Wat gebeurt er dan met je? Nou, ik bedoel, voor mij blijft het hetzelfde. Totdat de eerste lui om je heen gewond raken, of het nou licht of zwaar is. Maar tot die tijd deed je gewoon je ding en was het net alsof je... Ja, als je train as you fight altijd doet, dus als je je oefeningen net zo ingaat als dat je denkt dat je echt aan het knokken bent, is er ook geen verschil totdat de eerste gewonden gaan vallen. En zo, ja, de eerste schotenwisselingen, dat was, je deed je ding. Je valt terug in je drills en de afspraken die je hebt gemaakt. En zo ga je uiteindelijk het gevecht in. Totdat je inderdaad wat scherven dichterbij ziet komen en wat meldingen over het net krijgt dat je wat gewonden hebt en zo. En dan wordt het anders, ja. Dan gaat met name als commandant zijn, dan ga je dan opeens anders denken. Ja, want je beschrijft het bijna alsof het allemaal training was. Maar er moet toch een moment zijn waarop je denkt van, gaat het dan voorbij je training? Ik herinner me de foto die in een van je boeken staat, waarin je na een actie ergens in een vallei, zit je op een stukje afstand van je maten, zit jij gewoon te zitten. 1 juni 2006, dat weet ik nog. Nou, kijk eens aan, ja. Ja, dat was die foto werd gemaakt door Paul. Die is er gelukkig niet bij, maar... Ja, dat klopt. Waarom? Toen zei ik nog donderop, man, met die foto. Oh. Nooit weten dat die foto erg bekend zou worden, dat weet ik niet. Nee, maar goed, ja, hij zit in je boek, dus... Nu wel, maar toen wist ik dat er niet natuurlijk. Nee, dat was toen zijn we echt door het oog van de naald gekropen. Een Australische collega dodelijk gewond. Die hebben toen was de broer van Gijs... de broer van Gijs, Joost, heeft toen de landingzone vrijgemaakt. Waardoor uiteindelijk de helikopter daar kon landen. En dan komt het toch erg dichtbij als je bedenkt dat dat ook een van mijn kerels kunnen zijn. Ja. Heel stom, wat het als commandant vind je het helemaal niet erg dat jij geraakt wordt. Maar ik vond het altijd erg belangrijk wat er met mijn kerels gebeurde. En een Australiër was voor mij ook een van mijn kerels. Ja. Ja. We gaan natuurlijk een beetje snel door je leven heen, Marco. Want even de volgende stap is natuurlijk de Militaire Willemsorde. Wist jij van het bestaan van de Militaire Willemsorde? Ja, dat wel. Als je als marinier zijnde krijg je het handboek marinier. Dan heb je eerst de koningin. En de tweede was de Militaire Willemsorde. Ik dacht altijd, als je die ontvangt, dan moet je over water kunnen lopen. Anders, zo word je ook opgevoed. Ik zie nu ook het verschil nog steeds. Als ik als ridder Militaire Willemsorde in een marine etablissement of etablissement of waar dan ook, dan gaan ze gewoon nog steeds groeten. Die traditie ligt daar toch anders als bij ons bij de landmacht. Voor mij hoeft het niet. En dan zeg ik, stop even, dit is zo 1815, niet meer doen. Maar je merkt wel dat ook als marinier word je gewoon daarmee opgevoed van dat er respect moet zijn voor mensen die uiteindelijk dingen echt gedaan hebben. En voor mij was toen ik uiteindelijk in dat rijtje terechtkwam, waarvan ik nog steeds vind dat die mensen ver
boven mij kwamen. Die mensen, de helden uit de Tweede Wereldoorlog, daar hoorde ik helemaal niet bij. Dus ik vond het heel erg vreemd dat ik opeens in dat rijtje mocht, dat ik naast hem mocht gaan staan. Dus ja, de Wilmsorde, dat is voor mij, het heeft ook een hele zwarte kant gehad. En nog steeds af en toe wel een beetje. Maar over het algemeen, ja, ik was er trots op. Maar met name omdat merendeel van mijn kerels mij hadden voorgedragen. Ja, ja. Ja, het is wel heel bijzonder, want toen jij beëdigd werd, toen leefden er nog 2 volgens mij. Nee, 7. 7 zelfs nog. En die zijn kort daarna allemaal overleden. Of toen jij beëdigd werd, of geridderd grijs, leefde hij toen ook nog, of niet? Ja, Marco wel, ja. Nog steeds trouwens. Ja. Ja. Ja, ik ben een korte tijd van de jongste naar de oudste gegaan. Ja, ja, dat is waar, ja. Maar misschien wel de taaiste, hoor. Ja, nee, er leefden een aantal. Ja. Ja. Nog sowieso, even kijken, 1 Nederlander, een Amerikaan en een Brit. Ja. Ja, heel bijzonder. En kom gerust ertussen, want het lijkt nu alsof Gijs en Roy naar Marco luisteren. Ik kom uit vertrouwbare van, dat doen ze niet. Dus ik vind het al wonderlijk dat ze zo stil zijn, misschien door de scherpe blik van... Gijs antwoordt niet eens op een appje, dus wat dat betreft maakt het niet uit. Okay, zo kunnen we dus een paar uur doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. Misschien ook wel trouwens. Als je aan het vechten bent, en het is een vraag die even aan jullie allemaal willen stellen en eigenlijk een antwoord op zou willen horen, is... Wat waren nou jullie verwachtingen over de waardering van het Nederlandse volk over jullie verrichtingen? Want je bent aan het vechten. Denk je daar dan aan? Speelt dat mee? Roy? Nee, totaal niet. Dat is het laatste waar je bij stilstaat. Ik spreek dan vanuit de lucht. Hè. Dus voor mij was maar 1 ding van belang. En dat was zorgen dat beide heren aan het einde van de missie weer de poort binnenkwamen. En de rest interesseerde me ook nog steeds helemaal niks. Nee. Gijs? Ja, kijk, wat een maf is als je het over oorlog hebt. Hè, dus eigenlijk, het is een menselijke twist. Dus het gaat over de wil opleggen aan een ander en vice versa. En hier gaat er niet zo heel veel anders. Dus kijk, als je ook mijn tijd in Afghanistan, dan zijn er 2 dingen. Je closing the gap with the enemy. Hè, dus je maakt de afstand tot de vijand, maak je korter, kleiner. Maar je doet hetzelfde met je collega's. Dus ik heb zeker in 2009 heb ik met de Special Response Team Uruzgan gepartnerd. Hè. Dan werk je samen 5 maanden lang. En was Mirwais was de commandant van die politieeenheid. En als ik naar de generaal kijk, dan zie ik dat van nu zit daar gewoon Mirwais. Het is dezelfde connectie. En ik denk wat het lastig is om uit te leggen aan misschien wel als je terugkomt of ook nu zo, is dat die relatie, hoewel we misschien wel heel verschillend lijken, hè, dat in de basis hebben we een soort van warrior ethos en zijn we gelijk. Ja, krijgers. Ja, en ik zie dit ook aan de generaal. Zeg maar, in eerste instantie met het ontvangst en zo, nou, is heel eerlijk, frank en vrij, is de generaal wat schuchter, misschien wat teruggetrokken. En op het moment dat hij begint te praten, staat hij op. En dan zie je eigenlijk wat voor mij altijd lastig was om uit te leggen in Nederland. De Afghaanse mensen, de Afghaanse cultuur is zo rijk. Deze mensen zijn niet zielig. Ze zijn ontzettend veerkrachtig, ontzettend rijk. En de grap is, we moeten ze eigenlijk ook dusdanig ondersteunen, ook in deze tijd, dat ze eigenlijk op eigen voeten hun eigen kracht weer hervinden en door kunnen gaan. Ja. Dus ik denk dat vechten vind ik nu niet zo heel interessant. Maar ik denk dat wij als Nederlanders nu ook, ik zit weer, ben een jaartje of 10 niet meer in Afghanistan geweest. En dat verlies je. Dus daarom zijn momenten als dit zijn ze goed. Om toch weer even te levelen. Dat uiteindelijk in de basis zijn we toch best wel allemaal gelijk. Ja, wat mij het meest verbaasde tijdens al mijn uitzending is dat de gemiddelde Nederlanders totaal niet bekend met Afghanistan. En ik raad altijd de meeste mensen aan, ga eens googlen naar Afghanistan in de jaren 50, jaren 60. Dan zie je foto's die niet onderdoen van Nederland. Het was toen de tijd, verhoudingsgewijs, dat is ook een van de meeste universiteiten ter wereld. Zwaar geëduceerd volk, dat was het Parijs van Azië. Dat is bij de meeste Nederlanders totaal niet bekend. Dus die hebben een bepaald beeld van hoe het er daar aan toe gaat. Van een straatarm, failed state, ja. Wat zou je er nog doen? De Russen zijn op hun mond gegaan, de Amerikanen uiteindelijk ook. En na 20 jaar zijn we weg. Want wat Gijs zegt, het is een enorm veerkrachtig volk. Het is een heel intelligent volk. En ook keiharde krijgers. Dus absoluut niet zielige berg mensen waar de gemiddelde Nederlander van denkt van, oh mijn god, zo ziet dat eruit daar. Want dat is totaal niet zo. Ja, de les die ik geleerd heb in die tijd, is eigenlijk, dat zal de generaal ook wel zeggen, de Pashtunwali. Het is dat eigenlijk elke reiziger is welkom. Of je nou waar je vandaan komt, of je nou eigenlijk ook de vijand. Het is de vijand als hij in jouw
jouw dorpje komt en hij heeft herberg nodig, voedsel nodig, een slaapplek, dan krijg je die. Moet je eens over nagaan. Ik vraag mezelf ook wel eens af. Ik steek handen eigen boezem. Hè? Dus zet ik thuis mijn deurtje achter open in mijn schuurtje. Of misschien wel van mijn bijkeuken. Voor als iemand bij mij in de regio dat nodig heeft, dat hij naar binnen kan. Nee. Wat leer ik mijn kinderen? Ik leer dat je elke avond de deur op slot doet. En ik denk dat wat dat betreft, als je het hebt over elkaar kunnen begrijpen. Dat voor mij is het heel sprekend. Ja, nou, jullie hebben veel meer, langer en meer met mensen in Afghanistan gewerkt en geleefd. Ik heb een aantal avonden door mogen brengen met de generaal en zijn zonen. En op een gegeven moment willen ze eten meenemen. En als Nederlander denk je dan van ja, maar ik heb al gegeten. Dat is, en dan denk je, maar en nog een keer dan. Maar dat is zo'n verschil en dat is ook zo leerzaam. En als de generaal in zijn ogen kijk en ik leer hem steeds beter kennen. Ik vind het heel bijzonder, heel bijzonder. Maar wat wil niet altijd waren van jullie, want ik had het ook over strijden. Marco, jouw drie zonen hebben allemaal voor een carrière in het leger gekozen. Hoe kan dat nou? Ja, ik denk dat die afwijking soms ook in ieder geval genetisch bepaald is. Ik weet het niet. Daar lijkt het wel op, ja. Ja, nee, het is zo. Ik heb ze nooit gepusht. En ik ben er hartstikke trots op dat het natuurlijk zo is. En ik hoor wel eens vrienden om me heen zeggen, op bekenden, hoe kun je dat als vader nou goed vinden? Ik zeg, ik zou toch de grootste klootzak aller tijden zijn als ik die jongens niet hetzelfde gevoel gun als wat ik zelf heb gehad. Gewoon, soms kameraden moeten die misschien je nog beter kent als je eigen broer. Dat is het mooiste wat er is. En dat is ook, denk ik, wat Defensie, een baan binnen Defensie, het mooiste maakt. Dat iets wat onbetaalbaar is, dat heb je daar. Dat is onvoorwaardelijke kameraadschap waar je voor elkaar gaat. En je maakt natuurlijk dingen mee en je bent in dienst van anderen. Dus ik ben er hartstikke trots op dat die jongens dat doen. Ja, ik kan me het heel goed voorstellen. Roy, hoe zit jij daarin? Jij hebt ook kinderen, jonge kinderen? Tenminste, dat hoorde ik over telefoon. 5 en 7. Ja. 7? Kinderen? 5 en 7. 5 en 7 kinderen. Ja, 2 waren voor twee vrouwen. Hoe zijn dat er, Marco? 5 jaar oud en 7 jaar oud, ja. Dus die zouden nog geclassificeerd worden onder kindsoldaat, volgens mij. Ja. Dus dat mag overigens niet meer. Nee. Maar hoe zit je in de een beetje rare vraag, maar zou jij je kinderen willen voorstellen, ga het leger in? Nee, ze moeten lekker doen wat ze zelf willen. En ik ondersteun ze, dat doe ik nu al, in alles waar ze zelf voor kiezen. En je wil ze aan zoveel mogelijk dingen blootstellen. Dat, zo zit ik erin, maar ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Iedereen voedt zijn kinderen op zijn eigen manier op. Maar ik ga ze niet pushen een bepaalde richting op. Ze worden nu wat ouder, dus ze beginnen af en toe te vragen. Ze dan zien dat ik naar een ceremonie moet of zo. Dan gaan ze vragen van wat deed je dan precies. En ze vinden het wel bijster interessant. En ik vind het mooi om te zien dat ze wel opstaan voor bullies in de klas bijvoorbeeld. Hè, dat ze echt wel een bepaalde sens van rechtvaardigheid hebben. En dat een beetje opleggen aan mensen die andere kindjes intimideren. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Maar uiteindelijk gaan ze hun eigen koers varen. En dat is denk ik het belangrijkste. Gijs, jij hebt geen kinderen? Of nog geen kinderen? Of? Ik heb 3 kinderen. Van 14, 14. Hoe kom ik daar nou bij? Weet ik niet. Ja, ben ik toch ergens de mist in gegaan, want dat wist ik natuurlijk wel. Want die hoorde ik. Ja. Hoorde ik, want die moest je in bed leggen en zo. Uitgebreid over gesproken? Ja, namelijk al een halve minuut. Zoiets. En toen schreeuwden we naar elkaar. Nee, hoe zit jij daarin? Zou jij je kinderen graag in jouw rol ook terugzien? Zou je dat ook pushen of wil je dat? Of zeg je van nee? Nou, kids moeten doen wat ze willen doen. Kijk, als je het hebt over opvoeden. Kijk, mijn ouders hebben me opgevoed op de manier waarop zij dachten dat wij als kinderen straks, als we jong volwassenen zouden zijn, goed voorbereid zouden zijn op de toekomst. Er wordt geklopt. Dat is mijn hazen niet goed. Ja. Jawel. Nee, en ik denk, dat is nu een beetje hetzelfde. Kijk, als ik naar mijn kinderen kijk, ik zou echt niet weten wat ik ze daadwerkelijk zou moeten meegeven om straks, ja, De boze tijd van hun tijd eigenlijk tegemoet kunnen zien. Behalve dan de les die ik heb geleerd. Kijk, je kunt dingen leren. Ik werk nu ook in de wetenschap. Dat is allemaal heel mooi. Maar ervaren is beter. Dus kijk, wat mij omgaat is dat mijn kinderen proberen zoveel mogelijk situaties bloot te stellen. Dat ze levenservaring opdoen. De generaal heeft meer levenservaring dan dat ik dat heb. Niet alleen omdat hij ouder is, maar hij heeft ook bepaalde dingen meegemaakt. En ik durf zelf misschien wel te stellen dat ik probeer me bewust te zijn van het feit dat cultuur en verschillende waarden en normenbasissen over de wereld, dat het belangrijk is om je in te leven in, ja, empathie te tonen van andere cultuur. Maar ik weet zeker dat het van de generaal hier nog veel kan leren. Ja, nou, volgend jaar kunnen we het gewoon in Nederlands doen, denk ik. Een paar keer op visite. Snelle leerling. Marco, jij doet nu heel veel andere dingen dan vechten.
Jij vecht niet meer? Ja, ik ben getrouwd, dus ik ben regelmatig aan het vechten. Ja, wil even Mirjam introduceren. Worstelen. Ja, ik weet niet hoe ik daar nog moet reageren. Kan je ook een medaille verdienen of zo daarvoor? Mis ik dan nog wat op je Rip Your Ribbons? Dat dan ook weer niet. Maar je houdt je nu heel erg veel bezig met veteranen, heb je me verteld. En kan je er wat meer over vertellen? Ja, dat is niet van de laatste tijd, vanaf het moment dat ik uiteindelijk tot ridder ben geslagen. Dan word je voor de veteraan iemand die alles weet, alles kan en alles voor je kan doen. In het begin had ik er heel veel moeite mee, want ik ben gewoon Marco die het liefst met een glaasje bier naast je staat. Alleen je wordt op een gegeven moment zo opgehemeld, dat is even lastig. Maar op een gegeven moment merk je, het gaat ook niet om Marco Kroon. Het gaat ook niet om Roy of het gaat ook niet om Gijs. Het gaat om het instituut Militaire Wilmsorde, de kernwaarde daarachter. En dat is wat ze uiteindelijk waar ze naar kijken. Ze kijken naar de medaille. En natuurlijk, iedereen draagt hem op zijn eigen manier. En draagt ook op zijn eigen manier uit. Maar voor mij was het, ik sta graag tussen de mensen. En dan merk je wat die onderscheiding ook voor anderen kan betekenen. Dus waar de deur voor heel veel mensen gesloten blijft, merk je dat als je daar als ridder Militaire Wilms binnenkomt. Nou, de laatste jaren is dat wat lastiger, want sommige mensen zien je liever gaan als komen. Nou, maar dat toch wel meemaken. Zeker in het begin kon je daar wel. En nu ook de krant van vandaag ligt in de kattenbak van morgen. Dus heel veel mensen zijn er weer allemaal of vergeten. Of geplakt aan de binnenkant van je wc-deur. Precies, ja, dat heb je gezien, hè? Ja. En vergeet niet, Marco, je was de eerste, hè? Ja, precies daarom. En het was niet de eerste, maar eerst in moderne tijden. Dat was nogal wat. En ik weet niet hoe het Roy en Gijs vergaan was, want die zitten natuurlijk ginnengrappend, hebben ze het over jou, waarschijnlijk, in de stille uurtjes. Ja. Maar als zij de eerste waren geweest en al zoveel belangstelling wordt blootgesteld, en samen met Mirjam heb je daar goed doorheen geslagen. Ik heb er echt bewondering voor. Waar ben ik eigenlijk aan het lullen? Weet ik niet meer. Nee, ik denk stop even. Je hebt het zo. Ja, nee, stop ik. Dan pak het gewoon even over. En dan kun je er uren over doorgaan. Ik wil even de volgende alinea voorlezen uit de brief van de generaal. Dan gaan we gewoon weer verder, gezellig verder kletsen. Alhoewel misschien het verband een beetje aan het kwijtraken zijn. Dus misschien moet het gewoon maar niet doen en gewoon doorgaan met het gesprek. Jullie krijgen deze brief ook mee. Ik zal daar zometeen nog aan het einde even een stukje uit voorlezen. Dat het nog eens toch nog dat eventjes naar voren brengen. Ik denk dat we hier nog heel lang moeten blijven met elkaar. Ik hoop dat de leerlingen de drang te kunnen ophalen op de Mannerville Academy. Dan overleven we het hier wel. Dat is... Het regent geld. Scheld. Gooi er een kwartje in. Oh, dat bestaat niet meer, Miranda. Roy, jouw carrière is ietsje anders. Die hebben allemaal... Wel kinderen natuurlijk, maar jij bent niet meer officieel militair. Gijs is een tijdje weg geweest en weer teruggekomen. Was het nog echt zo vervelend bij Deloitte? Nou, het lijkt eigenlijk allemaal op elkaar. Kijk, als militair heb je een drie-eenheid. Dat is je radio, je wapen en je helm. Bij Deloitte, een groot consultingbedrijf, zat er een corporate strategy advising voor grote transformatie van bedrijven. Heb je eigenlijk hetzelfde. Is het een leaseauto, een laptop en een telefoon. Dus ja, weet je, niet heel veel anders. Alleen het spannende was van een beetje vanaf. Maar jij keert niet terug in dienst, Roy? Nee, het is mooi geweest. Ik heb dat altijd nog gehad, vanaf begin af aan. Ik wilde dat een jaar of 10, 12 doen. Maar ik zag mezelf niet nog militair zijn, terwijl ik een vrouw en kinderen heb. En ik wilde ook een beetje diversificeren. En dus ook andere aspecten van het leven ervaren. Een eigen bedrijf starten, dat is een heel complex en gedurfd iets waar wat heel anders is als wanneer je militair bent en elke maand netjes je salaris krijgt. Toen ik in dienst zat, dan was het gewoon vanzelfsprekend dat elke maand dat salaris op je rekening bijgeschreven wordt. Als je gaat ondernemen is het een heel ander verhaal. Dus ik wilde ook dat gedeelte van het leven ervaren. En daarnaast wilde ik ook heel veel reizen. Je reist wel veel voor Defensie natuurlijk, maar het is altijd met de mate. En niet met het gezin. En je gaat ook niet echt een leven opbouwen in andere landen. Dus dat waren voor mij aspecten waarom ik uiteindelijk zoiets had van, dat is een mooie ervaring. Dat stop ik in mijn rugzak. En je kan heel veel van de skills die je geleerd hebt in die periode, kun je heel echt absoluut toepassen in het bedrijfsleven. Dus daar ervaar ik nu heel veel plezier van. Want toen jij begon als Apache-vlieger... Dat is een vrij lange opleiding. Het duurt 8 jaar, denk ik, of zo. Toch? Zo 7 jaar? Voor sommigen, ja. Voor sommigen, ja. Je hebt de shortcut gedaan. Nee,
Ik heb ook vanavond even laten kennismaken met een van onze studenten die aan de vooravond staat van zijn opleiding tot F-35-vlieger. Wilco heeft het jaar bij ons doorgebracht. Wilco komt ook naar de selectdagen die we hebben. Hele rustige jongen, daar zie je niet geen warfighter achter. Die heeft met jou kennis gemaakt. Wil die nou nog steeds verder? Of, nou, hij wil geen F-35 meer, wil natuurlijk nu ook gewoon Apache vliegen. Dan is het zo, je wordt nooit F-35 vlieger. Je solliciteert voor de functie vlieger. En uiteindelijk tijdens de opleiding kijk eens wat voor soort karaktereigenschap je bezit. En wat voor soort skillset. En aan de hand daarvan ga je een traject in. Dus de wat zachtere mensen gaan richting de transport. En de mensen die van een robotje vechten houden, die gaan richting of Apaches of F-35. Dat in jouw tijd ook dan? Dat wil je eigenlijk gewoon straaljagerpiloot worden eerst? Of? Ja, nou, absoluut. Ik denk dat heel veel mensen om verschillende redenen bij de dienst of bij de Defensie gaan. En voor mij was het maar, ik was 16 toen ik solliciteerde. En voor mij was er maar één reden. En dat was F-16 vliegen, want dat ding dat gaat hartstikke hard. En dat was op mijn 16e vond ik dat natuurlijk het meest gave wat er was. Ja. Uiteindelijk ben ik ontzettend blij dat het Apache is geworden. En naarmate je groeit in je carrière, kom je erachter dat er veel andere aspecten zijn. En voor mij was uiteindelijk, naarmate je wat ouder wordt en het vak eigenlijk wat beter gaat begrijpen, je ziet dat er veel meer is dan alleen vliegen, was het ondersteunen van de grondtroepen, wat voor mij ontzettend veel, waar ik al mijn passie uit haalde en heel veel voldoening uit haalde. Maar je ziet wel binnen de luchtmacht met name, dat er toch heel veel mensen zijn die eigenlijk heel weinig fiducie hebben met het hele militair optreden, om eerlijk te zijn. En die het puur voor het vliegen doen. En dat zie je, dat wringt dan af en toe wel. Dat merkt hij ook wel binnen de luchtmacht. Want sommige mensen willen liever gewoon alleen maar met vliegen bezig zijn. Maar er komt ook een militair aspect bij. En tijdens uitzendingen wordt het op een gegeven moment ook af en toe best wel spannend. Dus als je ergens aan de bar staat met een KDC-10 vlieger, of een, dan is dat dan, kijk je elkaar dan nog aan? Of? Oh jawel. Maar om een voorbeeld te geven, toen ik met de KDC-10 naar Afghanistan ging, toen moesten we ons nagelschaartje inleveren, daar mocht hij mee aan boord. Een halve kilo moesten we uit de bagage halen, moest de vuilnisbak in. We mochten niet de cockpit in, ondanks dat het collega-vliegers waren uit de opleiding. En liever wilden ze ook niet landen op Kabul, want dat was wel eng, terwijl de DHL en de FedEx daar landen. Want er was geen fatsoenlijk hotel voor de overnachting. Het is best wel... Een soort KLM, zeg maar. Ja, dus wij noemen onszelf als Apache-vlieger ook de infanteristen van de luchtmacht. En dat waren altijd wel interessante discussies binnen de CLU. Want zit er een gedachte achter, niet dat ik het technisch, maar ik wil het ook interessant houden voor de generaal. Zit er een gedachte achter dat de Apaches bij de luchtmacht zitten, niet gewoon bij de landmacht? Nou, bij de Amerikanen zit het bij de landmacht. De luchtmacht, het idee erachter was al het vliegend materieel daaronder te brengen, omdat daar toch veel meer expertise zit op technisch vlak. En dat kan je dan wel makkelijker consolideren. Maar vanuit een mindset had ik het persoonlijk liever wel anders gezien. Ja. En had ik ook liever gezien dat vliegers niet in een blauwe klas door de KMA lopen, maar juist met een infanterieklas. En veel meer infanteriegericht opgeleid worden voordat ze gaan vliegen worden. Ja. Ja. Dus jullie hebben elkaar pas leren kennen later? Ja, inzetgebied en oefeningen daarvoor. Ja. Maar dan zijn jullie ook nog steeds gescheiden of doen jullie dan samen operaties? Daar kan Marco meer over vertellen, want ik heb zijn bedje geslapen. En dat is hoe wij elkaar... Nou, Marco, in zijn bedje. Nou, vertel. Nou, nu we het toch over dat luchtmacht een andere mentaliteit heeft. Wij bij de infanterie, als we ergens te gast zijn geweest, ruimen onze bende altijd op. Toen kwamen we net terug. Ja, je moet je voorstellen, in Afghanistan heb je als infanterie, of maakt niet uit, als je op uitzending bent, first entry. Dan heb je alleen maar, als je geluk hebt, een stretcher. En misschien nog een tent eroverheen. Nou, dat hadden wij dus. En dat is je alles. Dan hangt je fotootje van je kinderen, van je vrouw. En dat is jouw privégebied. Daar blijft iedereen uit. Dat is ook heilig. Alleen, dan kom je terug van missie. En later begreep ik pas waarom dat was gebeurd. Dus we zijn alweer vrienden. Maar dan kom je terug van missie. En dan heb je het best wel spannend gehad. Wat de gewonden, heel veel lood in het voortrein gehad. En dan kom je terug. En dan het eerste wat je ziet, is dat je bedje beslapen is. Een vuilniszak daar staat. En van alles door de tent heen ligt. Nou, dan komt de stoom uit je oren. En dan loop je dus naar de baas toe. En zeg, wie is er in mijn tent geweest? En ondertussen hoor je overal al de kerels ook al vloeken van, er zijn lui in onze tenten geweest. Ja, dat bleek dus de luchtmacht te zijn, de Apache-piloten, die met alle goede bedoelingen daarheen zijn gegaan en even gestationeerd zijn geweest in
Tarin Kout om de reactietijd te verkorten. Dus eigenlijk alleen maar ten goede. Alleen op dat moment, ja, dan denk je er even niet aan. Dan wil iemand een bal afbijten, echt waar. Ja? Maar uiteindelijk zijn jullie gewoon lekker samen in één bedje gaan liggen dan? Nee, hij was toen al weg. Maar nu wel. Nu kunnen we samen slapen. Ja, nu... Gijs zit er een beetje verwees bij nu. Ja, ik weet niet. Mijn bedje is jouw bedje, Marco. Ja, zolang mijn vrouw er maar niet bij ligt, vind ik het prima. Hebben jullie eigenlijk samen ook gediend? Nee. Ja. Nee, ik bedoel samen. Nee, sorry. Ik sta als een soort quizmaster nu. Maar Gijs en... Want jullie al bij KCT'ers natuurlijk. Ja, 2 weken. Ja, met overdracht. Ja. Ja. Klopt. Ja, de KCT bestaat uit verschillende kompieën. En elke lichting stuurt een kompie eraan. Tenminste, dus uiteindelijk, we zien elkaar alleen maar als we overnemen. En dat is 1 keer 2 weken geweest, geloof ik. Komt er achter rond de 4. Ja. Dus u werkt bij hetzelfde bedrijf en nog nooit samen in één afdeling gewerkt? Nee, nee. Nee, ik heb een tweelingbroer, die werkte bij Marco. Dus ik heb genoeg verhalen gehoord. Ja, ja, het is net of ik met Gijs heb gewerkt. Was echt gewoon, een tweelingbroer? Ja, twee druppels water. Niet qua karakter trouwens. Vind jij? Ja, ja. Ja. Nee, maar ik heb wel met hem samengewerkt. Hij heeft mij nog dekking gegeven. Vertel maar eens, Roy. Je wilde bijna de microfoon ook aan hem geven, zag ik. Maar graag, Roy. Ga je gang. Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik boven beide heb kunnen ondersteunen tijdens verschillende operaties. Dus het bedje verhaal, zo wij elkaar leren kennen. Toen hebben we heel veel moeite moeten doen om naar voren geschoven te kunnen worden. Want ook daar speelde heel veel politiek. Daar zal ik hier niet mensen mee vermoeien. Maar met heel veel moeite hebben we uiteindelijk onszelf kunnen positioneren op Tyne Kot. Om de mannen te ondersteunen. Want we wisten dat dit betrof Operation Perth, of Marco Gubuk over schreven. Dus het was voor ons overduidelijk hoe heftig die operatie zou gaan worden. En ja, dat zijn onze maat, dus wij wilden daar zitten. En daardoor moesten we ook een bedje hebben, als je daar dan een paar dagen moest verblijven. En ja, Gijs, meermaals operaties boven gehangen. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Jullie werken in een bevelstructuur, dus je moet doen wat er gezegd wordt. Misschien een beetje zwaar onderwerp, Gijs, maar wanneer kan je nou nee zeggen? Wanneer zeg je nee? En dat vraag ik vooral ook voor alle jonge studenten. Ja, maar ik weet niet of je nee zegt. Ik weet niet of dat helemaal zo werkt. Kijk, wat het wel is, bijvoorbeeld, er zijn hele andere dingen die zijn vaak heel, ja, heel raar. Nou, Roy heeft de politiek, nou toch wel een beetje politiek. Kijk, we werkten bijvoorbeeld met de Afghaanse politie, met de commandant Mirwais, een 50 Afghaanse politieagenten. En ik zat daar in, wat zal het geweest zijn, juli tot eind december. In Afghanistan kan het best koud worden. Echt wel koud, min 20. Ja, very dus cold in Afghanistan. Very, very, very cold. Very cold. Up in the mountains. Ja. Dus wij hebben allemaal mooie kleding daarvoor en pakjes. Maar de eenheid waarmee we samen trainden, onze matties, had helemaal niks. Die waren blij geweest als ze dit pak hadden gehad. Dus wat je dan zegt, ze van, nou, weet je wat we moeten doen? We moeten voor die mannen, we moeten gewoon wat kleding kopen. Dat geld voor die kleding hebben we uit eigen zak betaald. Maar wat heeft te maken met negeren van een bevel? Nou, precies dat. Hè. Dus uiteindelijk in het hele systeem is er geen geld beschikbaar. Hoewel we zeggen dat het belangrijk is dat die Afghaanse eenheden, hè, die daadwerkelijk contact maken met hun eigen bevolking, in staat stellen om succesvol te kunnen zijn, dan zijn we niet in staat om wat geld bij elkaar te schrapen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze de middelen ook krijgen die ze nodig hebben. Ja, ja. Dat is een ander voorbeeld, gaat misschien wat sprekender voor AK's, dus wapens, persoonlijk wapen. Nou, die wapens zijn altijd wel wat kort. Dus wat we deden, op het moment dat we een raid hadden uitgevoerd en dat daadwerkelijk bij de Taliban de wapens hadden afgenomen, dan droegen we die over aan de politie. Dat kon niet, want die moesten we inleveren bij de Marche C. Ja, wat ging de Marche C er dan mee doen? Kijk even achter me. Ja, dat weet ik niet, moet je vragen. Het punt wat ik wil maken, van vaak zijn de zaken niet zozeer van ik doe iets niet. Ik denk dat het heel vaak daadwerkelijk in de operationele wereld is. Dat je dingen juist wel doet. Dat de nee eigenlijk daar ligt, maar je het toch doet. Roy bijvoorbeeld ook. Kijk, de aantal keer dat hij daadwerkelijk mijn teams heeft ondersteund, kreeg hij eigenlijk de opdracht om niet omhoog te vliegen. Dus niet op te stijgen en niet erheen te gaan. Doet hij dat toch? Daadwerkelijk gewoon opstijgen? Gewoon, ik ga wel vliegen? Nou, het grappige was dat we vaak van hoge hand het hoor kregen, je moet nee zeggen. Ik zal een voorbeeld geven, vliegers die zijn gebonden aan werkrusttijden, maar zelfs in uitzendgebied. Dus wij waren daaronder bezet en gaven aan van de werkrusttijden, waar we onder vallen, waar je ook gewoon ervoor kan zorgen dat je brevet wordt afgepakt.
Dan moeten we dispensatie voor krijgen. En dan kwam het antwoord van de generaal. Het is heel simpel. Dit zijn de regels. En nee is nee. Dan zeg je maar, generaal, wij zitten met deze mannen op het kamp. Ik slaap in het bedje. We hebben lunch samen. Heel wat bedje. En als die mannen na uchtdagen in het veld in de Panarie zitten en ze vragen om onze steun, dan moet ik nee zeggen, want ik ben uit mijn werkrusttijd. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan ging je. En dan kreeg je wel eens problemen daarover. Want dan was het van, ja, je hebt wel 24 uur geopereerd. En daarmee ben je ook een risico voor de helikopter. Op het moment dat je zo lang wakker bent, met zo'n apparaat aan het vliegen bent, dan hebben we echt momenten gehad dat bijvoorbeeld mijn co-piloot niet meer kon vliegen. Die was gewoon zo uitgeput. Die kon gewoon letterlijk de kist niet meer besturen. En vroeg of ik hem dan wilde landen. En ik gelukkig, want ik drink nooit koffie, dus dan neem ik een Red Bull en dan kan ik weer door. Een soort Marco, zeg maar. Ja, maar ik kreeg ook de opdracht, bijvoorbeeld. Konden het altijd goed samen vinden en ik liep bij hun de deur plat als ze dan niet in het veld zaten. Maar dan kreeg ik de opdracht, je mag niet meer naar Gijs toe. Ik zei, waarom niet? Ik wil graag weten wat er speelt binnen een operatie. Want ik was dan vaak aan het pushen naar de hogere hand van, jongens, er komt weer wat spannends aan. We moeten er echt voor zorgen dat wij gededikeerd gekoppeld worden aan het KST, want die mannen lopen straks in de Panarie en dan is het vuurcontact wat ze hebben zo dichtbij dat je eigenlijk alleen met Apaches effectief kan ondersteunen. En ook daar dan werd gezegd van, nee, je bent voor heel Arsjes Zout beschikbaar. Je mag niet meer met die mensen praten. Het waren hele bijzondere opdrachten van hogeraf, waarvan wij dan zeiden van, ja goed, prima, generaal. Maar ondertussen gingen we gewoon natuurlijk onze dingen doen. Ja. Want het was mijn ding wat telt. En nogmaals, het is zorgen dat die mannen weer veilig thuiskomen. Ja, want waar het ook verder met grappig is, ik stel die vraag namelijk in de zin van, kun je een bevel negeren? Daarbij denk ik van, je moet nu het loopgraaf uit haar rennen. Jullie zeggen, het bevel negeren is, ik ga iets doen wat me helemaal niet gevraagd is, maar wat ik denk dat goed is. Dat is een hele andere manier van denken. Ik heb helemaal niet eens over nagedacht. Hij is precies omgekeerd, ja. Ja, ik kreeg ook de opdracht om ook een voorbeeld te geven dat de grondtroepen die met jou praten, die moeten over bepaalde kwalificaties voldoen, voordat ze jou op een doel mogen praten en jou de opdracht mogen geven om vuur uit te brengen. Op een gegeven moment werd dat zo erg door de juristen, die wilden dat ik gewoon ging vragen. Juristen, zei je? Ja, de juristen van Defensie. Foei. Dat ik moest gaan vragen aan de mensen op de grond of ze wel of hun currencies voldaan waren en of ze wel de juiste kwalificaties hebben. En dat moet dan op tape, voordat ik, nou, dan zei ik van nee, dat doe ik niet. Ik ga niet meer in een gevecht, wel die lui. Calls over van, oh, kan ik even je kwalificaties zien? Maar kijk, Nederland, dat heeft de generaal natuurlijk ook meegemaakt tijdens de evacuatie. Het is best bijzonder hoe bepaalde mensen met eigenlijk nul ervaring in de frontlinies, want het is een heel select groepje mensen, binnen Defensie ook, die daadwerkelijk het gevecht voeren, de top of the spear. En het inlevingsvermogen van heel veel mensen die daar ondersteunend aan moeten zijn, is echt heel beperkt. En dat was voor mij ook echt wel een shock. Om een andere laatste anekdote voorbij. Maar toen ik bij Marco op het kamp was, toen hun echt een van de meest, zeker toen de tijd, gevaarlijke operaties ooit gingen doen vanuit de Nederlandse krijgsmacht. Dat was echt een mega gevecht waar ze in gingen. Overigens werd dat in Nederland verkondigd als een verkenningsoperatie, omdat dat terzijde. maar daar waren ze dus de avond van tevoren waren ze aan het vooroefenen met het zuiveren van een gebouw. En dan waren er Nederlanders die daar ter ondersteuning waren. Ik zal verder geen namen noemen, maar koks en dergelijke. En die waren daar een grapje zo van aan het maken. Een pief, paf, poe, kijk ze nou eens rare dingen allemaal doen. Ik was dat zo aan het aanhoren. Ik denk, jongens, hebben jullie enig idee wat die mannen straks gaan doen? En kruipend letterlijk over lijken heen en granaten over muurtjes gooien. Dat gebeurde daar. En dat inlevingsvermogen is dus binnen Defensie al zeer beperkt. Maar als je een paar rijen daar naar achter gaat, dan wordt het steeds en steeds minder. En dat vond ik wel heel bijzonder om mee te maken. Ja, ja, want die generatie, nou ja, dat je daar uitgestorven bent, Marco. Maar ik denk dat de generatie, want eigenlijk is het zo dat wij als, niet als Nederlands, maar als Nederlands leger, is geheel onverwacht die periode in Afghanistan ontzettend zwaar gevochten. En hebben natuurlijk in 1995 natuurlijk ook nog Bosnië gehad. Ik ben de naam even kwijt, maar Srebrenica natuurlijk. Dat is onvergelijkbaar met wat jullie en al jullie andere kameraden hebben meegemaakt. Ik had het ergens opgeschreven van hoeveel Nederlanders er wel niet meegedaan hebben. Maar die kennis kan dus zomaar verdwijnen. Hoe zou je dat, Gijs, hoe zou je dat kunnen voorkomen? Wat? Dat die kennis verloopt? Ja, dat je dus toch een leger houdt wat in ieder geval een gevoel heeft van wat er kan gebeuren als het nou echt spannend wordt.
Nou, dit, zo'n dag vandaag is ook eigenlijk wel goed. Hè? Dus de boodschap ook van de generaal. Hoe wij daar nu met elkaar op reflecteren. Dat is ja, soms toch wel een beetje pijnlijk. Ook wat onze eigen rol is in het grote geheel. Dus de generaal zit hier. En die zit hier niet omdat wij zo barmhartig zijn. Maar die barmhartigheid hebben we ook ergens, ja, wat is het, vanaf 2010 ongeveer, zijn we die ook kwijtgeraakt. Dus zijn we terug weggegaan. En er zijn een aantal van onze coalitiepartners met valide redenen ook vertrokken. Maar dat is natuurlijk ook een deel van onze nalatenschap. Dus we zitten er best wel als Nederlanders samenleving, ja, hoe zeg je dat, ambivalent zitten we erin. Hè? Dus aan de ene kant staat de deur altijd open, maar 's avonds gaat de deur dan toch weer op slot. Nee, dat is waar. Maar dat is toch iets waar we mee moeten dealen. En het gaat er denk ik ook om dat we ook de jeugd bewust maken van dat vrijheid dus niet voor niets is. Dat kan je dus echt je leven kosten. Gelukkig, jij bent nooit iemand verloren. Tenminste, niet heel iemand verloren, maar niet in je werk. Gijs wel, jij niet. Ik hoop het nooit mee te maken. Ik vind het, ja. Mag ik daar een vraag over stellen misschien? Nou, natuurlijk. Wat deed dat in het team, op het kamp? Het zijn 24 jongeren op het kamp. Wat gebeurde dan op zo'n dag? Want dat slaat natuurlijk ook in, ook mentaal. Ja, bij ons is Kevin van der Rijt, corporaal Kevin van der Rijt is omgekomen. Dat is een grote operatie eigenlijk. En dat deden we ook met 46 of 36 Afghaanse politieagenten. In een grote vallei, diep ver weg. In, ja, en voor jullie is het verhaal ongetwijfeld ontzettend bekend. Maar voor ons publiek en zeker de leerlingen niet. Zouden jullie daar samen wat meer over willen vertellen en ons een idee geven van hoe het werkelijk aan toe gaat? Ja, elke situatie is anders. Hè. Kijk, ik alleen spreek over mijn situatie. Of jouw situatie dan? Ja, waar ik met mijn mensen heb ingezeten. Je weet dat het voor het echte is. Kijk, in een professionele militaire organisatie is de doelstelling nooit om terug te komen met iedereen met wie je uiteindelijk gegaan bent. Vaak is dat een soort mantra wat leeft. Hè. Als je dus commandant sta je dan op Schiphol of je staat in Eindhoven, je staat op de vliegtuigtrap. En je zegt, mijn doel is om met iedereen terug te komen. Maar dat kan niet. Dat is ook niet juist. Want de doelstelling waar je heen gaat, is dat je iets inlevert. Hè. Je strijdt daarvoor voor de veiligheid, nou ja, een beetje voor jezelf, maar voornamelijk voor anderen. Dus het feit dat de doelstelling is om met iedereen terug te komen, dat is eigenlijk al niet heel valide. Dus met die mindset ga je er wel heen. Weet je, we zijn ook, natuurlijk maak je afweging over het feit van wat is het risico die je zelf loopt of die de troep lopen en dat soort zaken. Maar dat weerhoudt je er nooit van om bepaalde keuzes te maken. En met het, ja, weet je, met het omkomen van Kevin van der Rij, natuurlijk is één van de maten. Dat doet jou als mens, als militair, als collega, als vriend, doet je dat heel veel pijn. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee niet effectief meer kunt zijn als team. Ik durf wel te stellen dat, ja, we hebben nog onderzoek geplaatst gevonden door psychologen later en dat soort dingen. Die zeiden, hun conclusie was, het lijkt erop alsof het team sterker is geworden, hè, zeg maar vastberadener, hechter, bewuster bezig met hun missie, door ja, situaties die overkomen. Dus het wil niet zeggen dat het goed is dat je collega's sterven in de strijd. Maar het wil niet per definitie zeggen dat daarmee de moraal, de eenheid, het belang van die missie daar afbreuk in doet. Ja, ja. Even in mijn blaadjes zitten. Ik heb ook nog wat vragen voor Gijs. Sorry. Ik dacht dat ik uitgepraat was. Maar... Nee, volgens mij... Miranda geeft... Oh ja, want dan komen we... Miranda, dan hebben wij hierna nog wat muziek en dan een Q&A met... Ik wil toch even, want dat was eigenlijk een beetje het verhaal van de afsluiting van... Hierna krijg ik nog een Q&A met de zaal. Ik kan hier natuurlijk uren naar luisteren. Ik had een afsluiting en het ging dus over Kevin van der Rijt. En het ging dus over de 25 gesneuvelden. En of jullie iets konden zeggen tegen onze jonge studenten over de prijs van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Marco, als jij er nog iets over kunnen zeggen van... He, dus hoe krijgen we jonge mensen bewust van dat het niet voor niks een leger is? Dat het niet omdat het leuk is om naar te kijken, was we jong krijgen we winnen, maar... Tja, moet je daarop zeggen. Ik denk, als je nu richting het oosten kijkt, wat daar gebeurt, ik denk dat dat het antwoord al gelijk gezegd is. Ik denk dat elk zichzelf respecterend land gewoon een krijgsmacht moet hebben, wat zichzelf kan verdedigen en zeker in deze internationale samenleving gewoon zijn aandeel uiteindelijk kan leveren. Ja. En ik denk dat dat... Ja, gewoon voor ziel spreken. Als je al naar de beelden op het journaal kijkt, dan weet je al dat vrijheid in ieder geval niet vanzelfsprekend is en zeker niet gratis. En ja, elke dode is er één te veel.
Maar ja, dat zeiden ze ook niet in 1944, 6 juni, tijdens de Longest Day. Dus wat dat betreft, dankzij die opoffering leven wij nu nog steeds met z'n allen in vrijheid. Ja, daar zijn we ons gelukkig heel bewust van. Roy, wat is de rol van de politiek? Nee, ik denk wat Marco net zegt is inderdaad, elk land moet een sterk defensie hebben. En ik denk dat elke burger moet beseffen dat het bouwen van een sterke defensie is een proces van decennia. Dat is niet iets wat je doet van, nou, we gooien een paar miljard tegenaan en volgende week staan we er weer van. En een patjevlieger bijvoorbeeld, die consumeert ongeveer 8 jaar een opleiding voordat hij gaat produceren. Dus voordat je op een niveau komt dat je instructie kan geven. Als mensen na 8 jaar al de dienst uitgaan omdat ze het vertrouwen in de politiek verliezen, dan verlies je dus al die ervaring en die kennis en die kunde. En dat gebeurt op grote schaal al jarenlang. Dus ik denk als je wat zou willen meegeven aan jonge mensen is, wees heel erg bewust van jouw rol als stemmer en wat jij eigenlijk van de politiek verlangt, van het defensieapparaat. Dus als je puur gaat analyseren wat is er met defensie tijdens Afghanistan gebeurd, waren dat heel veel politieke keuzes. Het vertrekken uit Uruzgan, dan toch maar weer een missie naar Mali, omdat Bert Koenders daar gevoel mee heeft. We worden als een speelbal gebruikt, terwijl je eigenlijk moet gebruikt worden op een zeer strategische manier, in het belang is van Nederland, maar ook in het belang is van het continueren van en het continu opbouwen van een sterke krijgsmacht. En daar heb ik persoonlijk wel moeite mee. Hè. We hebben allemaal heel veel van ons leven doorgebracht in Afghanistan. Maar wij zijn natuurlijk vrij idealistisch ingesteld. Terwijl de politici wat meer kijken naar andere belangen, zeg maar. Zijn jullie idealistisch geworden door jullie verblijf in Afghanistan? Denk je dat al? Dat voor de meeste militairen vrij veel in het DNA zit. Ja. Maar als ik dan kijk voor met betrekking tot Afghanistan, waar ik persoonlijk veel moeite mee heb, is dat na de aankondiging van het vertrek uit Afghanistan was bekend. Een van onze sterkste NAVO-partners, Turkije, die hebben toen heel veelvuldig aangegeven van, hey, wij zijn bereid om de Bagram en Kabul-vallei over te nemen, daar de beveiliging te verzorgen, ervoor te zorgen dat in ieder geval in handen blijft van de internationale gemeenschap. En dat verzoek is continu gewoon volstrekt genegeerd door de Amerikanen. En dan zie je dat onze politiek daar ook eigenlijk helemaal niks mee heeft gedaan. En naar mijn mening is de grootste humanitaire ramp van sinds de Tweede Wereldoorlog is daar volbracht met de manier waarop we daar vertrokken zijn. Een enorme afgang ook voor de NAVO-partners. En na 2 dagen is het uit het nieuws. Dan hoor je niemand er meer over. En dan vervolgens komt Oekraïne ook nog. Ja, tot op de dag van vandaag is wat daar gebeurt is echt verschrikkelijk. Maar je hoort niemand er meer over. En dat is wel iets wat denk ik moet veranderen als je mensen wil motiveren om een lange carrière binnen de krijgsmacht op te gaan bouwen. Want mensen zijn steeds slimmer en die kijken ook terug in de historie en die zien van, wacht eens even, ik heb wel een bepaald idealisme, maar vertrouw ik er ook op dat defensie of dat de politiek op de juiste manier met mijn mensenleven omgaat. Dat is, ja. Gijs, kan jij als laatste, voordat we nog een mooi stukje muziek gaan luisteren, hoe zouden wij nou jonge mensen kunnen motiveren om het leger in te gaan? En dat kan je geen antwoord, iets. Ja, ik weet niet of je ze moet motiveren. Ik denk dat het al dat het verkeerde is. Maar ze zijn er niet, hè? Nee, maar ik denk dat de oproep aan de nieuwe generatie in de jeugd is, van wat waardeer je meer? Een cadeautje krijgen of een cadeautje geven? Als het is daadwerkelijk dat geven, dan is de krijgsmacht misschien wel iets voor jou. En waarom zeg ik dat? Kijk, als ik kijk naar wat voor mij belangrijk is, waar ik ook vreugde uit haal, is levenservaring. Dus de relaties en de vriendschappen en de banden die je opbouwt in situaties dat je misschien in elkaars bedje moet slapen. Of weet je, dat je een keer avond niks te eten hebt. Of dat je een keer bij onze Afghaanse vrienden moet eten. En dan iets eten waarvan je achteraf denkt van, ik weet niet of ik dat van tevoren had geweten in mijn keuken, had ik het waarschijnlijk niet gegeten. Ik denk, als dat soort dingetjes nu een glimlach op je gezicht geven, dan als je dan een carrière in de krijgsmacht kiest, dan heb je vaker zo'n glimlach. Je hebt mij in ieder geval overtuigd. Dank jullie wel, onze ridders. Dat ga ik ze nu vertellen. Het lijkt misschien wat vreemd, maar wij zouden graag zien dat we nu met elkaar 1 minuut stilte betrachten. Om de gevallenen te herdenken, waar en ook in hoe het de wereld. Dat betekent dat onze ridders moeten gaan staan.
U mag gaan staan, mag ook blijven zitten. En staan. Ja. Dank jullie wel. Kapitein, ik vond het heel bijzonder. Poei, wat gaat u spelen? Dames en heren, u heeft vast allemaal wel eens in een film gezien dat er bij een overlijden van een collega, wordt er uiteindelijk bij zo'n ceremonie wordt de last post gespeeld. Maar dat is wel een militair signaal. Dat mag je niet zomaar overal spelen. Dus je mag hier niet zomaar op een zolderkamer van het vreselijk mooie stadhuis. Maar nog steeds is het eigenlijk niet toegestaan om zomaar die last post te spelen. Wat wel mag, je mag een muziekstuk schrijven waarin je als een soort tegenmelodie die last post laat horen. Nu gaat, we gaan een stuk spelen. Het is van de heer Pope. Het is al heel oud. Het heet Nightfall in Camp. Dus de avond die in het kamp komt. En als herinnering hoor je dan die last post, dat signaal. Beetje moderner gezet daardoor. En het signaal wordt gespeeld door wachtmeester de eerste klasse Jordi Lenschink, die dat in zijn leven al diverse keren heeft gedaan. En nu wordt hij daardoor begeleid door ons ensemble. Dus Nightfall in Camp.
Het is nu dus tijd voor de Q&A. Miranda pakt nu twee microfoons af van de ridders. Maak je kenbaar. En als niemand zich vrijwillig opgeeft, dan ga ik mensen aanwijzen. Dus. Ja, ga je gang. Ja, nee. We... Ik heb alleen een lijst met vragen. Ik heb een beetje een vraag waar ik best wel benieuwd naar ben. Als het te persoonlijk is, dan hoor ik het graag. En dan kun je... Zou jij even willen gaan staan? Ja, uiteraard. En wat is je naam? Sanno, ja. Ex-student. Ja, dat weet ik. Maar ja, de rest niet. Vandaar dat ik het nog even zeg. Stel je vraag. Ik heb een vraag en als het te persoonlijk is, dan hoor ik het graag en dan negeren we het. Maar ik vraag me heel erg af, op zo'n strijdveld waar je natuurlijk ja, oog in oog staat met de vijand en waar je ook levens neemt. Die actie, is dat, hoe verandert je dat? Of verandert je dat totaal niet? Ik ben er gewoon, kijk, bijna niemand ooit maakt het gelukkig, maakt niemand dat ooit in zijn leven dat mee. Maar ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd van, wat gaat er op zo'n moment door je heen? Ik hoop dat ik het zo een beetje verwoord heb. Maar... Nee, ik denk dat je het prima verwoord hebt. Wie wil die vraag beantwoorden? Aan wie is de vraag? Nou ja, dat is even aan jullie nu. Want we hebben maar één. Nou, ik mag ook zeggen, aan wie wil je hem precies stellen? Mogen ze kiezen? Of, aan degene die hem wilt beantwoorden. Ja, Roy. Ja, Tikkie Roy is hem. Ik denk dat die voor mij iets makkelijker te beantwoorden is. Omdat ik zat natuurlijk in de lucht. Dus dan is er per definitie al een afstand. Vanuit de lucht rook je niks. Voelde je niks. Het enige wat je zag was af en toe zeg maar, wat wij gewoon zouden zien als vuurwerk. En zo heb ik dat ook altijd ervaren. Dus net alsof er met vuurwerk op je geschoten werd. Dus ik heb dat nooit zo ervaren op enige manier. Geen emoties bij gehad. Dat is voor mij niet anders dan training. En uiteindelijk de handeling van het uitschakelen was ook niet anders als training. Dat het voor ons overduidelijk was. Het is of die persoon of het zijn deze jongens. Dus voor mij was dat gewoon eigenlijk heel zakelijk en niet anders dan, dan trainen. Ja, nou ja, ik weet niet of het wezenlijk anders is voor als je op de grond zit. Ik denk wat het eerste wat ik misschien uit de wereld moet helpen, is dat het idee van dat je hekel hebt aan je vijand. Of dat je hem intens haat. Ik, in elk geval, ik heb dat nooit zelf op die manier gekend. He, er is toch nog iets altijd, ik denk tussen militaire soldaten, in elk geval in ieder die op het strijdveld rondrent met een wapen en probeert in elk geval de ander om te leggen, is er een bepaalde mate van warrior ethos. Dus een bepaalde respect voor elkaar. En dat betekent niet het respect voor mekaars leven dat het heilig is, maar wel waarden en normen en dat soort zaken meer. Dus of dat, ik zeg altijd tegen mijn kids, zeg ik altijd van, weet je, maar alles verandert jou. Ik ben bijvoorbeeld ook gescheiden. En dan krijg ik heel veel vragen van, wat doet dat dan met je kinderen? Dat is slecht. Ja, de tijd zal het leren of dat slecht of niet slecht is. Hoe ik terugkijk op mijn tijd in Afghanistan, waarop dingen zijn gebeurd, is dat het mijn leven uiteindelijk verrijkt heeft. In de breedste hoedanigheid. Maar ik weet ook dat er wel collega's en vrienden onder ons zijn. Sommige ervan ook er niet meer zijn. Die zagen geen andere uitweg als dit leven te beëindigen. Het heeft niet alleen te maken met daadwerkelijk iemand het leven nemen. Maar dus hoe je ermee omgaat. En ja, er is ook niet een opleiding of een methode of een trucje. Ik denk dat de test of life, dat ga je meemaken op het moment dat je het meegemaakt hebt. Ja. Dankjewel. Marco. Oh, ik dacht er al vanaf te zijn. Nee, Marco. Nee. Nou ja, een aantal zaken zijn al genoemd. Ik denk, het heeft mij in ieder geval al maar nog veel bewuster gemaakt hoe verantwoordelijk je bent over andermans leven. Zeker als commandant om bepaalde beslissingen te nemen op leven en dood. Dat je, zeker als je de eerste doden om je heen hebt gezien en soms mensen niet eens meer herkent als mens. Dat je dat maar veel bewuster maakt van het feit dat trigger happy, als je dat soort mensen hebt, die moet je maar heel snel naar huis sturen. En ik denk dat dat alleen maar nog bewuster maakt van het leven. En ja, het gevoel, dat klinkt heel stom wat ik nu zeg. Ik weet niet, als je ooit een keer gebokst hebt of in een wedstrijd. Dat was wel een stukje euforie. Het klinkt heel zwartgallig. Maar het is hij of ik, en dat hoorde je net ook al. Het is respect voor je vijand, altijd. Maar als die andere kant neergaat, geeft het je toch een gevoel van overwinning. En dat is heel vreemd, totdat je het resultaat ziet. En dan word je weer heel klein.
Maar dat is wat het is. En anders kan ik het ook niet uitleggen. Dus, wat Gijs heel terecht zei, respect. Ik liet, als het mogelijkheid was, altijd de slachtoffers afdekken. Wat zij niet bij ons zouden doen, dat is helemaal niet in vragen. Anders zijn we hebben we net zo weinig normen en waarden als dat zij hebben. Dus ik vind dat wij dat wel doen. Dus uit respect voor de krijgers, want dat zijn het. Wat je ook van de overtuiging vindt. Ze hebben een bepaalde overtuiging. En ik vind, krijgers onder elkaar dienen elkaar toch wel een bepaalde mate van respect aan te bieden. En dat is zoals wij er tenminste in hebben gestaan. Dank jullie wel. Ja, super bedankt voor het antwoorden van deze vraag. En ook aan jullie uiteraard super bedankt dat wij hier vrij kunnen leven, onder andere. Dank je wel. Mooi gezegd. Zie ik nog meer belangstellenden? Ja, daar. Pas op voor je hoofd. Hallo, ik ben Elisa en ik heb een vraag aan de Afghaanse meneer. Ja, geef maar door. Aan de generaal. Ja. Aan meneer de generaal in rusten. ik wil graag weten, heeft hij nog hoop dat zijn land in zijn leven nog weer vrij zal zijn? En gaat hij dan terug? Snap je de vraag, Faisal? Een beetje. The question is, does your father have any hope of a return to Afghanistan to a normal situation in his lifetime? In deze tijd is zo moeilijk te gaan naar Afghanistan. Maar de situatie van Afghanistan is goed. Maar het is goed. We gaan naar voor mij. Ik ga naar voor vakantie. Voor mijn vader. Hij bedoelt dat het is wat lastig te vertalen allemaal, maar het is weinig hoop. De Taliban is oppermachtig, er is helemaal niemand meer daar. En niemand weet helaas hoe het nu verder moet, want de appetite om daar terug te keren is natuurlijk wel weg na 20 jaar. Ja. Dankjewel. Dank u. Ja, daarachter komt de microfoon aan. Dank u wel. Ik ben Daan de Hartog. Ik heb ook twee zoons die beroepsmilitair zijn. Ik ben zelf ook beroepsmilitair geweest in de jaren 60, in de tijd van de Koude Oorlog. In de Koude Oorlog hadden we een staand leger van ongeveer 120.000 man met marine en luchtmacht erbij. We hebben nu een beroepsleger van ongeveer 40.000 man. Wat de vraag die mij altijd, waar ik mee worstelt, is de volgende namelijk. De politiek, hoewel we nog dienstplichtigen kunnen oproepen, is het de politieke keuze die heel erg moeilijk is. Hoe kunnen wij nu met 40.000 beroepsmilitairen ooit een inval pareren die uiteindelijk toch op aankomt dat er aantallen nodig zijn om die te pareren? De opleiding van dienstplichtigen in mijn tijd was bijzonder goed. Ze waren allemaal gemotiveerd, een merendeel, ook bij het KCT destijds. En de vraag aan jullie is, hoe kijken jullie tegen die dienstplicht eigenlijk weer aan? Want ik hoor ook namelijk uit dezelfde kringen van mijn zoons, ja, we zijn geen sociale werkplaats. Ja. Nou, ik hoor het woord politiek. Onze toekomstige minister-president Gijs Tuinman. Daarom laat ik het lange haren groeien. Hè? Probeer er een beetje uit te komen. Ja, maar dat kan er helemaal bij. Staat je goed trouwens. Ja, dat is een hele lastige vraag. Kijk, er gebeuren natuurlijk allerlei dingen met een dienjaar. En hebben we nu ook een hele grote influx van reservisten. Hè? Daar zit er eentje daar voor jou. Ja. Heel goed. Nee, en dat is echt supergoed. Maar je kunt de vraag moet je eigenlijk in tweeën splitsen. De enerzijds is het de vraag van wat is goed voor onze samenleving. Dan denk ik dat zo'n dienjaar en noem het dienstplicht of wat het dan ook mogen zijn. Maar wel hè, dat je dat samen doet. Soms heb ik ook wel eens ideeën, zou ik heel frank en vrij zijn. Dat we als Nederlandse samenleving onze krijgsmacht bijna zien als een soort van huurling. Hè? Ja, precies. Dus we hebben het altijd over militairen. Als je in het pak loopt, soms word je ook wel gezien alsof je onmenselijk bent. Ja. Dus wij betalen allemaal 15 miljard met elkaar, brengen we 15 miljard bij elkaar. Dat is onze Nederlandse krijgsmacht, luchtmacht, marine, ook de Marechaussee.
erbij en die vechten onze oorlogen. En dan mag je je ogen, dan mag je je hoofd afwinden. Dus dat is één ding. Ik denk dat het goed is. En de tweede, de vraag is natuurlijk, oké, een krijgsmacht die daadwerkelijk iets van een inval tegen moet kunnen houden, dan gaat het over gevechtskracht. Ja, dat klopt. Ja, ja, en gevechtskracht is weer een andere. Dat geeft misschien wel een andere antwoord op de vraag die u stelt. En gevechtskracht gaat niet alleen over de kwantiteit, gaat ook heel sterk over die kwaliteit. Maar uiteindelijk blijft de kwantiteit en kwaliteit van het leger, als het allemaal afgeschoten is, over op mankracht gewoon. Ja, ik heb dat tijdje terug een papertje over geschreven. Dat heette Officieren weer leren vechten. Misschien wel leuk om te lezen. Dat is in ieder geval mijn professionele positie in het geheel. Maar waar ik ook in geloof, ik heb heel veel reacties op gekregen, is stel nou dat we totally unprepared zijn. En wie de vijand ook mogen zijn, daadwerkelijk aan zijn grenzen staan. Ja, dan geloof ik wel dat de meidagen 1940 zich wel eens voor een deel zouden kunnen herhalen. Dat het staande leger uit elkaar valt en een dag of vijf disintegreert. Maar ook in die meidagen 1940 stonden er allerlei, noem maar even, ad hoc clubjes op van mensen. Dat waren niet alleen militairen en beroepsleger, maar dat waren ook, noem het de onze verzetstrijders bijvoorbeeld. Hè. Piet van den Hoek, dat was de laatste Nederlandse Willemsorde-drager, levende. Dat had niks te maken met militair. Woonde en werkte in Werkendam. Een vroom man. Soldaat van Oranje, precies hetzelfde. Dus uiteindelijk, denk ik, onze geschiedenis. Dat heeft hij mooi verteld. Hè? Wij zijn ook de kinderen van onze eigen geschiedenis. En onze geschiedenis leert ook dat er een plek is voor niet alleen de militair, maar ook voor de burger. En wat voor rol dan ook. Zodra de Russen, de Chinezen of whomever aan onze grenzen staan. Dat is geen antwoord op je vraag, maar nee, ik moest een politiek beantwoorden. Dat is Marco? Ik begrijp dat het een politiek antwoord is. Maar juist wat je noemde is namelijk die afstand die ontstaan is tussen de krijgsmacht en de bevolking van Nederland. Die komt volgens mij voornamelijk omdat het inderdaad, die beroepsen die doen het wel, die voor ons allemaal. Wij verschuilen ons als natie achter jullie. En dat is niet goed, want daar red je het namelijk niet mee volgens mij. Daar heeft u helemaal gelijk in. En ik denk dat Gijs geslaagd is als politicus al. Goed. In ieder geval bedankt. Hebben wij nog één vraag? En dan is het niet voorbij. Dan gaan we afsluiten. Dan nog genoeg gelegenheid om hen in het voorbijgaan nog even aan te klampen, handtekeningen te vragen. Dus daar komt ie. Hi, George, oud-student hier ook. Ik vroeg mij af, we hadden het er net over, we hebben soldaten nodig en alles. Maar wat denkt u nu eigenlijk van, want de politiek vinden we niet leuk, dus Europees leger zou dan ook lastig zijn. Wat kan Nederland doen in de toekomst? Of wat kan ieder Westers land doen? Hebben we echt meer soldaten nodig of kunnen wij andere technologie leveren of wijsheid? Ja, dat is discussie van het moment. Hè. Er zijn allerlei denktanks over de hele wereld. In de westerse wereld zijn er van nadenken. Dus aan de ene kant heb je het idee dat je met technologie, hè, dus stealth vliegtuigen, fifth gen noemen ze dan, F-35's, artificial intelligence, drones, eigenlijk een oorlog kunt vechten of je doelstelling kunt behalen zonder dat je daadwerkelijk menselijk kapitaal in de strijd moet leveren. Nou, dat is een beetje het is perspectief misschien van de luchtmacht. Maar ik denk dat niet van jou, maar wel van de lucht, maar misschien wel. Nee, maar kijk, als je oorlog ziet als een menselijke twist, hè, dan kijk, mijn perspectief is dat als je een tegenstander hebt die bereid is voor zijn waarden en normen te sterven, dan doet hij dat uiteindelijk altijd in de loopgraaf. Dus het gaat net zo lang door totdat je ontdaan bent van al je snuisterijen. Ik denk dat je dat voor een deel nu in Rusland en Oekraïne ook ziet. Dus je bepaalt niet altijd op wat voor terms, we zeggen altijd het spelletje, de spelregels. Wij bepalen niet altijd de spelregels waarop worden uitgedaagd. En de vraag is, op het moment dat wij niet bereid zijn om menselijk kapitaal, mensen, in de waagschaal te stellen, dan zal een ander jou daarop challengen. Dank u wel. Dank u wel. Dank voor uw vragen. Ik ben mijn assistenten kwijt, maar volgens mij is het nu het woord aan meester dokter Anders H.F. Veenendaal. Ja, je hebt gelijk. Toch? Kom maar. Is het mijn moment? Ja, ja. Okay. Alright. Kom maar. Het is veilig. Het is veilig, nou. Nee. Voordat hij de lof gaat zingen over alle andere mensen. Harry heeft dit mogelijk gemaakt. Zonder Harry was dit er niet geweest. Dus ik wil echt een heel erg applaus voor Harry. Nou, mijn naam is Harry Veenendaal, dat weten jullie. Ik hou er niet zo van om op de voorgrond te staan, dat merk je al. Inderdaad, we zijn de aanstichter van deze avond. Straks wordt iedereen nog even afzonderlijk keurig bedankt door studenten.
Ik ga niet heel veel tijd van u in beslag nemen. Ik wil een paar zinnetjes zeggen. Allereerst heel tof dat jullie hier zijn. Ik heb buiten meestal luisteren, buiten de deur. En ik denk, wat jullie vanavond vertelden, is precies wat wij zijn. Onze studenten zijn de allerslimste in het land, zou je kunnen zeggen. En twee, ze vinden school niet leuk. Daarom zitten ze bij ons. En wat wij mensen vinden ons nu op dit moment ook niet zo leuk, maar dat na deze avond weer wel. Maar wat jullie vanavond zeiden, is eigenlijk precies wat wij proberen te doen. He, dus als ik een grijze dakduif die jarenlang hoogleraar is geweest met boekenwijsheid voor mijn studenten neerzet, weet je, dat is ingewikkeld. Wat voor onze student van belang is, docenten die met de poot in de modder hebben gestaan, whatever it is. Daarom is ook Ronald Poetirai, hoofddocent van ons, en zijn jullie hier. Jullie hebben echt geroken, ik kan niet anders omschrijven. En dat jullie ervaring is zo intens anders dan boekenwijsheid als het ware. En dat is voor onze studenten is dat echt heel erg belangrijk. De levenswijsheid, de levenservaring. Dat is wat ze mooi vinden. Goed. Jullie krijgen, ik wou eigenlijk met een andere zin beginnen. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Daan Brink. Daan wilde hier vanavond bij zijn, maar ik kreeg net een sms'je vooraf dat het... het bedrijf gaat altijd door, hoewel die buiten defensie is, maar de pleuris is uitgebroken in Afrika ergens. En daarom kon het niet bij zijn. Maar ik moest aan jullie vragen, ik heb geen idee wat hiermee bedoelt. Sms'en die iets van een Ivanhoe lied, dat zegt jullie wat? Nee? Oké, okay. Nou, dan gaan we hem zo bellen. Ik zou ze niet vertrouwen hoor, Harry. Nee, dat ook niet. Nee. Overigens, ik wil nog even twee minuten van uw tijd. We gaan proberen zo even een prijsuitreiking te doen en iets te overhandigen wat de Willemsorde overtreft. Bear with me. Want Marco, jij zei inderdaad, dat begrijpen. Ik kan me dat zo goed voorstellen dat jullie hebben natuurlijk Willemsorde gekregen. Dus iedereen wil je vriend zijn. En dat het op een gegeven moment ongemakkelijk wordt. Nee, dat je... Nee, nou ja, heel veel mensen willen je vriend zijn, bier met je drinken en so be it, deal with it. Want wij dachten namelijk op een gegeven moment van wat moeten we nou jullie meegeven als een aandenken. En dat zijn allemaal van die open deuren die je in kan trappen. Maar daar komen we zo op, we hebben wat verzonnen. Allereerst wil ik graag even de brief overhandigen van Tommy Franks. Ik weet niet of HP hem helemaal voorgelezen heeft, maar de achtergrond waarom generaal Franks deze... geschreven is eigenlijk met een vraag die ik aan hem gesteld heb. De vraag die ik aan generaal Franks heb gesteld is, is er nou eigenlijk een verschil met hoe we omgaan met veteranen in Amerika en veteranen in Nederland? En hij zei, dat is huge difference. En hij vindt het ook echt vervelend dat hij verhalen hoort uit Europa en uit Nederland, dat het hier anders met veteranen. Hij heeft eigenlijk de brief zo ingeschreven als ook een brief aan jullie en een boodschap aan onze studenten van zorg voor je veteranen. We hebben respect voor je veteranen en leer van ze, want je kunt er heel veel van leren. Dat is één. Twee, jullie hebben een hele grote fan. Jij zei het net, Gijs, je noemde even Soldaat van Oranje. En als wij iets, een beeld bij jullie hebben, en overigens ook alle veteranen hier, zijn jullie Soldaten van Oranje. Jullie hebben de film gezien, neem ik aan, althans ik ben ermee opgegroeid. Dus wij dachten van, een van jullie grootste fans is Rob Hauer. Degene die Soldaat van Oranje gemaakt heeft en geproduceerd. En die hoorde dat jullie hier vanavond waren. En die zei, de Soldaten van Oranje, de echte Soldaten van Oranje zijn er. Dus we hebben een kleinigheidje, heeft Rob laten maken. ze zijn, moet ik heel even kijken, de bovenste. Even kijken, die is voor Roy. Ik zal even kijken, kan er een student even... ja, sorry. Even kijken. Ik ga het zo even uitleggen. Het tweede is voor Marco. En het derde is logischwijs voor Gijs. We hebben een filmposter, heeft hij gesigneerd, gedateerd op vandaag. Hij kon er niet bij zijn, want hij is best behoorlijk oud. Maar het leuke is dat Rob Hauer eigenlijk is zoals jullie. Overal schijt aan gehad, met je kop door de muur heen en je ziet er waar Schipstrand. En dat herkende hij op een bepaalde manier. Hij zegt van, je moet gewoon je eigenheid zijn. Dus hij, bij deze. Klein detail, in de rand heeft hij oranje, rood, wit, blauw zo hier gedaan. Dus klein dingetje. Rest mij nog even, we hebben nog meer cadeautjes.
Even kijken. Ik wil graag de doos hebben. Er zijn twee zakjes in de doos. Want dan ga ik snel even iedereen bedanken. Mag ik sowieso... Peter, dankjewel. Mag ik het orkest, dames en heren, mag ik nog heel even de aandacht? Mag ik even echt een fantastisch applaus. Geweldig. Dankjewel. Dan wacht ik even tot... er staat een doosje, daar zitten twee zakjes in en één iets van karton. En dat karton is voor de burgemeester. Dat is heel goed. Laten anders de twee andere... kunnen we die hebben? Sowieso generaal Tak, dank u wel dat u vanavond aanwezig bent voor de mooie woorden. Even kijken, ja, kom maar. Nou, wacht even. Nee, wacht even. Nou ja, die, kom maar. Nee, dat is voor strakjes. Ik heb het gewoon over de alcohol, jongens. Het is toch niet zo moeilijk om alcohol te vinden? Kom op. Moet een verrassing blijven, hè? Waar is onze piloot, bijna piloot, Wilco? Wat heb jij met de drank gedaan, kerel? Ah, kijk, dat is het probleem. Nou, dan ga ik verder maar eventjes mijn verhaaltje afmaken. Dank u wel dat u er vanavond was. Wacht nog heel even tot we de drank boven hebben. Dienstmededeling is dat bij Mendeville, dat is echt hier 100 meter lopen, is drank... nog meer drank, eten. Dus jullie zijn allemaal hartelijk welkom. Studenten staan jullie beneden op te wachten of in trosjes jullie daarheen brengen. Als je wil. Maar in ieder geval van harte uitgenodigd om nog even een borrel achteraf te drinken bij ons. Is drank gevonden inmiddels? Anders sluiten we hem, ga ik... Ja, we gaan afsluiten. Ik, burgemeester, mag ik u ook enorm bedanken voor uw aanwezigheid. Dank u wel. U krijgt zo het token appreciation, generaal Tak. U ook. Peter, jij ook. Komt straks. Orkest, jullie ook. Maar we moeten er nog even op wachten. Dan gaan we afsluiten en dan lijkt me goed. Afsluiten met nog een nummer van het ensemble. Kapitein. Wat mag het zijn? Ja, we zijn natuurlijk een militaire organisatie, dus daar hoort ook een militaire mars bij. Dat is vrij lastig met zo'n klein ensemble. We gaan het toch proberen. We doen de bekende mars Colonel Boogie. En nu mag meefluiten. Veel succes. Dank je. Thank you.
Dank u wel voor uw aanwezigheid. Het is nu echt tijd om te gaan. We blijven niet doorgaan met bedanken. Ja, kom eens, kom maar door. Huppakee. Kan ons eens allemaal. Het is lekker warm geworden. En we hopen jullie allemaal graag nog even voor een drankje en een hapje op Westhaven 12. Op het echte hoofdkwartier. En graag tot in ieder geval volgend jaar.